commissieleden, allemaal hartelijk welkom. Mensen op de tribune, welkom. Luisteraars en kijkers thuis, ook welkom. In mijn vorige leven mocht ik het genoegen smaken om af en toe een ondernemingsraad te trainen. En bij die training hanteerde ik het begrip BOB. En BOBS staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. En in deze commissie is uitsluitend de beeldvorming en de oordeelsvorming aan de orde. Uw mening mag u op een ander moment in de raad geven. Zijn er nog insprekers die zich willen melden? Ja, mensen die zich gemeld hebben, die hebben we hier op papier. Als we dan kijken naar het volgende, de vaststelling van de agenda en de inventarisatie van de rondvraagpunten, dan wordt de agenda gewijzigd, want wij hebben hier de gewoonte dat het agendapunt met de meeste insprekers naar voren wordt gehaald. Dus het voorstel is om agendapunt 6 op 5 te zetten, de Boedemansteeg op 6 en Lemmerzerve op 7. Kunt u daarmee akkoord gaan? Dan inventarisatie van de rondvraagpunten. Daar moet me ook iets van bij van het hart. Ik heb soms het gevoel dat de rondvraagpunten beter via het reglement van orde en het stellen van schriftelijke vragen kunnen gebeuren. En ik heb soms het gevoel dat rondvraagpunten te detailistisch zijn. En dan verzoek ik u eerst bij de ambtenaren langs te gaan voordat u uw vragen stelt. Wie heeft er iets voor de rondvraag? De heer Wint, om. Shared space. Dat is een heel ruim begrip. Shared space markt. Schiffelen Roostraat. Maar het gaat hier om de Schiffelen Roostraat en om een. Goed. Dan gaan we nu over tot agendapunt 3. Gebruikmaking van het spreekrecht. En dan gaan we over tot de N348. Dat is een belangrijke Noord-Zuidverbinding tussen Arnhem en Ommen. Oftewel tussen Raalte en Ommen. En bij Ommen sluit die verbinding aan op de N48. En dan is er iets aan de hand met de ongelijkvloerse kruisingen en een tunnel. En er zijn 3 insprekers, waarvan de heer Vroon namens plaatselijk belang Dalmsholte het woord zal voeren en namens de heer Pijn-Luchtenbelt. Meneer Vroon. Waar mag ik inspreken, voorzitter? Meneer Vroon, u hebt 2 keer 5 minuten. Dank u wel. Ik begin in te spreken namens de heer Klein-Luchtenbelt. Ik weet niet of u weet waar die woont. Ik ben geneigd om te zeggen, je zult er maar wonen op de Dalmsholterdijk 12. Waar je op dit moment zo oversteekt naar de familie Klein-Luchtenbelt, aan de overkant van de N348. Waar je ook gemeenschappelijke landbouwwerktuigen meedeelt. Je steekt nu over, je kan het huis zien liggen en dat kost je letterlijke seconden. Dan wordt die N348 gereconstrueerd en eerst wordt je blij gemaakt met een tunnel. Want in de oorspronkelijke ontwerpen zou de tunnel in de Dalmsholterdijk worden gerealiseerd onder de N348. En nu, volgens de plannen, moet de heer Klein-Luchtenbelt opeens ongeveer 1 kilometer omrijden. U stelt en u volgt daarin de provincie, u bent een trouwhartige gemeente
Dus u volgt natuurlijk de provincie, dat begrijp ik ook wel. Die heeft het hele voortraject gedaan. U volgt de provincie en u stelt dat er een belangenafweging heeft plaatsgevonden en dat diverse onderzoeken zijn uitgevoerd. Onze vraag aan u is, hoe heeft die belangenafweging dan eigenlijk plaatsgevonden? En wat is eigenlijk het resultaat van al die onderzoeken? Niemand, maar dan ook niemand van de provincie of de gemeente heeft dat ooit gedeeld met de heer Klein-Luchtenbelt. De heer Klein-Luchtenbelt krijgt een complete ringweg om zijn boerderij heen en vreest met de achteruitsteken, zeker met landbouwwerktuigen, ernstig voor zijn eigen veiligheid en de verkeersveiligheid van anderen. Niemand, maar ook niemand, heeft dat ooit met hem besproken. Tot slot stelt u in uw betoog het volgende. In het kader van het bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken tonen aan dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd wordt. De heer Klein-Luchtenbelt hoort tot de categorie van 99,9% van de Nederlanders die niet makkelijk akoestische onderzoeken, geluidhinder en andere rapporten tot zich neemt. Je zou mogen verwachten dat dat met hem zou zijn of zou worden besproken. U voelt hem al aankomen. Het is met de heer Klein-Luchtenbelt nooit en te nimmer besproken. En tot slot eindigt het stuk met een buitengewoon cryptische Nederlandse zin. Een eventuele waardevermindering van deze woning is meegenomen bij de afweging van de locatiekeuze, omdat daarin ook de kosten zijn meegewogen. Mijn vraag zou zijn, om welke kosten gaat het? Wat is het bedrag daarvan? Gaat het om een waardevermindering van de woning? En u voelt hem al aankomen. Is dat ooit met de heer Klein-Luchtenbelt besproken? Nimmer. Opmerkelijk is dat ons geruchten bereiken dat met buren en andere omwonenden van de heer Luchtenbelt wel gedetailleerde afspraken zijn gemaakt. Er is een bekend spreekwoord, gelijke monniken, gelijke kap. Geldt hier, dames en heren van de raadscommissie, het gegeven dat hoe meer hectare je bezit, hoe meer je bediend wordt. En als u van mening met mij bent dat dat eigenlijk een oneigenlijk en onprincipieel uitgangspunt zou zijn, dan geef ik u van harte in de overweging om het gebrek aan communicatie met de heer Luchtenbelt als de wielenweerga op te heffen en dat te doen waar een gemeente ook in deze procedure voor in het leven is geroepen. Dat is een echte belangenafweging in overleg met de betrokkenen, want het minste wat een burger mag verwachten van de overheid, dat is dat bij hem begrip wordt gekweekt over datgene wat hem raakt. Dat is de inspraak voor wat betreft de heer Klein-Luchtenbelt. Dan zou ik nu de commissie gelegenheid willen geven om vragen te stellen. Wie mag ik het woord geven? Dan is het kennelijk een duidelijk verhaal geweest. Dan mag u namens plaatselijk belang uw verhaal houden. Bij plaatselijk belang is het even ingewikkeld. Ik moet een formele intro verschaffen. Plaatselijk belang Dalmsholt in oprichting is nog niet een formele en juridische entiteit. Om straks bij de Raad van State te voorkomen dat we daar problemen mee krijgen, omdat we niet ontvankelijk worden verklaard, spreek ik dus informeel in namens plaatselijk belang Dalmsholte, maar formeel spreek ik in namens de heer Hulsink en namens mijzelf. Dan zijn het in ieder geval twee natuurlijke personen die aan de randvoorwaarden in deze procedure voldoen.
Ik begin met een andere opmerking, dames en heren. En die moet u maar voor kennisgeving aannemen, maar ik maak hem toch. Sinds de afloop van de zienswijzeproceduretermijn zijn er 132 dagen tot de datering van de antwoorden op 30 september verstreken. En wij krijgen, zeg en schrijven, 14 dagen nadien, tot op heden de gelegenheid om ons daarop voor te bereiden. Nou, ik kon niet laten dat toch even in de zijlijn aan u mee te geven. Dames en heren, we hebben altijd gepleit voor de tunnel in de Dansholterdijk. We hebben dat ook uitvoerig in onze zienswijze aangegeven. Opmerkelijk is nu dat u stelt in uw stuk dat de pijn eerlijk verdeeld wordt. Door de tunnel halverwege de Dalmsolderdijk en de Achterveldsweg te verleggen. Dat is volstrekt voor Dalmsholte onjuist. Want u verzuimt daarbij, als u dat al rekenkundig zou uitrekenen, u verzuimt daarbij er rekening mee te houden dat de langsweg ook wordt afgesloten. Boeren en burgers bij de langsweg dienen in het vervolg, hetzij over Lemelenveld of door de nieuwe tunnel halverwege de Achterveldsdijk te gaan rijden. En ze moeten daarvoor maar liefst ruim 2 kilometer omrijden. We hebben het uitgerekend 2,2 kilometer. En als je aan de westkant van de N348 woont, dus dat is in de richting van het vliegveld, dan ben je helemaal in de aap gelogeerd. Want dan moet je helemaal enorme omslagbewegingen maken om nog fatsoenlijke routes te kiezen. Waarom al deze ellende? Bij de locatiekeuze spelen twee argumenten. We zijn het er snel over eens dat de veiligheid van de N348 niet ter discussie staat. Maar de overige argumenten zijn het belang van het agrarisch verkeer ten hoogte van de Achterveldsweg en het sluipverkeer. U heeft een aantal insprekers die met name over dat agrarische verkeer pleiten om toch vooral de tunnel nog veel meer naar de Achterveldsweg op te schuiven. Wat is nou opmerkelijk? Wij stellen daarin hele redelijke vragen naar onze eigen mening. En ik begin dan even met de belangen van de boeren daar ter plekke. Want dat heeft te maken met het aantal bewegingen van het agrarisch verkeer. Wij vragen namelijk, op grond van onze eigen informatie over de actuele situatie, aan ons mee te geven om hoeveel boeren het nou precies gaat die daar die verkeersbewegingen maken. En om hoeveel hectares eigendom of structurele pacht het gaat op grond waarvan ze iedere keer die N348 moeten oversteken. Krijgen wij daar enig antwoord op? Het antwoord is nee. We zullen niet twisten over de uiteindelijke uitkomst. Dat moeten we altijd respecteren. Maar een burger mag wel op fatsoenlijke vragen een fatsoenlijk antwoord krijgen. Dat is het minste wat we de overheid mogen vragen. Dan over het sluipverkeer, dat is het tweede argument. Daar hebben wij de volgende vragen over gesteld. Hoeveel verkeersbewegingen per 24 uur zijn geteld op de kruisingen langsweg Dalmsolterdijk, Achterveldsweg en Oudehammerweg? Hoeveel zijn er van sluipverkeer? Wat wordt eronder verstaan? Wat wordt het kwantitatief effect op dit sluipverkeer als de tunnel halverwege de Achterveldsweg komt ten opzichte van de tunnel in de Dalmsholterdijk? En waar blijft dat sluipverkeer dan als het Dalmsholter mijdt? Krijgen wij daar een antwoord op? We krijgen daar geen antwoord op. Dus er worden argumenten aangevoerd. En als een burger gewoon vraagt, nou kunt u mij dat dan eens even uitleggen? Dan gaat het toch om simpele kwantitatieve gegevens. Dan krijgen wij daar tot onze grote spijt geen antwoord op. En we hopen eigenlijk dat we niet naar de Raad van State moeten om op dit soort
eenvoudige vragen een transparant antwoord te krijgen. Tot slot, Dalmsholte wordt gecoupeerd, is onze mening. We vinden datgene wat voor de N348 bedacht wordt geen goede oplossing en we vrezen op termijn dat de problemen die zich nu bij de N340 en bij de 377, daarbij Balkbrug, zich gaan voordoen, dat we die ook in de toekomst krijgen op de N348. Daar kunt u als gemeente op zich weinig aan doen. U geeft ook terecht formele antwoorden dat u alleen maar een plannetje maakt voor dat tunneltje en voor de overige ingewikkelde vragen eigenlijk geen antwoord kunt geven. Maar u kunt wel één ding doen. Als het dan uiteindelijk dan toch dat tunneltje moet worden waarin u de provincie volgt, maak er dan alsjeblieft een tunnel van 5 meter. Alle andere plaatselijke belangen, voor zover ik ben geïnformeerd, namelijk Vilsteren en Gietmen, zullen daar ook voor pleiten. Die 5 meter is 1 meter breder dan de huidige tunnel van 4 meter en dat kost 100.000 euro meer. Maar u bespaart daarmee de stoplichten, u bespaart daarmee reconstructiekosten van de Deventerweg. En ik ben eigenlijk geneigd om te denken, als ik daar zelf een berekening op maak, dat u die 100.000 euro, zeker ook in het onderhoud van de stoplichten op termijn, hebt bespaard. En als dat niet geheel het geval zou zijn, dan zou ik zeggen, nou, als u 3,5 ton extra uitgeeft voor de Stationsweg, dan zou een geringe gemeentelijke bijdrage op de verbreding van dit tunneltje, te willen van het gehele buitengebied, Vilsteren, Gietmen en Dalmsholte, toch een absolute verdedigbare investering zijn. Ik dank u zeer, voorzitter. Zijn er vragen voor de heer Vroon? De woordvoerder van de VVD. De Ruiter. Ja, ik heb eigenlijk twee vragen. Eentje is een hele directe. Kunt u nog even aangeven van wie u nu insprak? Want dat was voor één plaatselijk belang, heb ik begrepen. Ja, het is een beetje ingewikkeld. Inderdaad. Ik spreek, dat vergeef ik u graag. Want wij vinden het zelf ook ingewikkeld. Maar plaatselijk belang Dalmsholte is nog geen juridische entiteit. De statuten liggen nu bij de notaris. En die kunnen dus, zeker bij de Raad van State, daar formeel niet op inspreken. U heeft ons als plaatselijk belang Dalmsholte aangeschreven. Dat vreesden we al. Daarom hebben we in onze zienswijze al aangegeven dat als dat een probleem is, u het mag opvatten als het inspreken van de heer Hulsink en mij. Dat gebiedt natuurlijk enige nederigheid, want zijn de heer Hulsink en ik nou plaatselijk belang Dalmsholte, de toekomst zal uitleren dat dat niet het geval is, want er komt een veel groter bestuur. Maar het is even niet anders dat ik deze U-bochtconstructie moet invoeren om hier met recht en reden het woord te mogen voeren. Ja. Anders krijgen wij de Raad van State erover problemen. En Vilsteren? Vilsteren heeft een eigen fantastisch plaatselijk belang. Ja. Dat geldt ook voor Gietmen. Ja. En die zullen, daar ben ik van overtuigd, omdat we dat van tevoren hebben kortgesloten, die zullen straks hier ook gaan pleiten voor een tunnel van 5 meter. Nou, zoveel burgers die dat bepleiten, dat moet toch de VVD als muziek in de oren klinken. Ik heb nog één vraag, want ik hoorde u net zeggen dat wanneer de tunnel 5 meter zou zijn, dat dan stoplichten niet noodzakelijk zijn. Klopt, want dan kunnen namelijk auto's elkaar passeren. Ja, auto's wel, maar ik zit aan agrarisch verkeer te denken. Dat is ook niet zo'n groot probleem, die passen wel met elkaar. Bij 5 meter kunnen ook dit soort voertuigen elkaar passeren. We hebben het profiel van de oude Hammerweg opgemeten en we komen tot de conclusie dat zou moeten kunnen. We dorsten niet nog een keer 100.000 euro in te zetten. Nee, dat begrijp ik, maar als u het zelf bepaalt, als ik het even zo samen mag vatten, dat is natuurlijk iets anders dan wanneer je het
Nee, ik zou ook uw raadscommissie en uw raad van harte meegeven. Want u schrijft terecht dat het bestemmingsplan voldoende ruimte biedt om een bredere tunnel aan te leggen. Dus ook die tunnel van 5 meter. Dus dat is al heel goed. Wij bepleiten ook van harte dat u dit punt gaat bespreken met de provincie. Dat is het minste wat u kunt doen. Al die andere problemen, daar ben ik ook haast van geneigd om te zeggen, u zit achter de speen. Het hele proces bij de provincie is al gelopen. Dus u kunt moeilijk meer waarschijnlijk tunnels op hele andere plekken gaan leggen. Zo realistisch zijn we wellicht ook wel. Maar hier kan de gemeente wel wat aan doen. Ook omdat er een gemeentelijk plaatje aan hangt. Want de Deventerweg is namelijk geen provinciale, maar een gemeentelijke weg. En die onzalige stoplichtjes moet u daar niet willen. Zet die dan maar op de stationsweg eventueel. Okay. Dank u wel. De heer De Vries, Robles. Ik wou graag nog wat van uw verduidelijking, want u geeft steeds aan, u bent geen juridische entiteit en dat doet u in verband met de Raad van State. Ja. Maar begrijp ik dan uw betoog hier zo, dat wat er ook aan besluitvorming uitkomt, u sowieso bij de Raad van State wilt uitkomen? Nee, wij gaan ervan uit dat de besluitvorming buitengewoon in ons voordeel zal uitpakken. Dus met die uitgangspositie ben ik geneigd, zou dat niet hoeven. Maar ik neem gewoon een formeel voorschotje voor het geval dat u toch wat anders zou doen. Want bij de Raad van State gaat het iets formeler toe dan hier. En dan kan je niet als plaatselijk belang inspreken als je niet een stichting of een vereniging bent. En dan wordt er gekeken naar het moment dat de zienswijze is ingediend. En toen was plaatselijk belang nog geen juridische entiteit. Voorzitter. Meneer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één vraag aan meneer Vroon. Het gaat dan eigenlijk over het Koningslaar, de weg die daar ligt. Hè? Ja. Is dat meegenomen in de plannen om die weg eventueel te asfalteren en dan toch een tunnel in de Achterveldseweg te maken of omgekeerd? Nee, het Koningslaar is ooit wel een keer meegenomen in de plannen. Maar het onzalige van de tunnel bij de Achterveldsweg is dat je dus een enorme lus moet gaan maken om bij meer klein luchtenbelt uit te komen, namens wie ik net insprak. Maar voor het overige is de infrastructuur daar bij de Achterveldsweg volledig ongeschikt. Dus als de mensen dat niet doen, dan gaan ze dus allemaal over die Achterveldsdijk rijden of over die Achterveldsweg rijden. In dat kader is wel eens een keer het asfalteren van het Koningslaar aan de orde geweest. Ik durf er een weddenschap, een taart op in te zetten, dat plaatselijk belang Vilsteren niet zal gaan pleiten voor het asfalteren van het Koningslaar. Dus durf ik ook dat ook nauwelijks te doen, collegiaal als we zijn hier bij deze inspraakprocedure. Dank u, meneer Vroon. Dank u wel. Nou viel zo net plaatselijk belang Vilsteren en toen zag ik iemand al wat nerveus worden. Maar de vraag is of meneer Bert van der Molen inmiddels is gearriveerd. Die is niet gearriveerd. Dan lees ik het volgende voor. Wegens wisselstoring in Amersfoort ben ik helaas met de trein te laat in Ommen. Ik zou om 19:30 inspreken namens plaatselijk belang Vilsteren over de gekozen tunnelconstructie van 4 meter breedte bij Lemelenveld. Ik stuur u separaat via de mail onze vanavond uit te spreken reactie. Deze spreekt voorkeur uit vanuit veiligheid, doorstroming, financiën en draagvlak voor een 5 meter versie. Zou u AUB deze reactie mee willen nemen in de vergadering van vanavond? Waarvan akte? Dan krijgen we het tweede juridisch juiste plaatselijk belang. Gietman, meneer Gipkes. U hebt 5 minuten, meneer Gipkes. Knopje.
Oké, geachte commissieleden. Mijn naam is Henk Gripkus en ik spreek in namens plaatselijk belang Gietmen. En wij willen inspreken over de breedte van de voorgestelde tunnel onder de N348. Wij pleiten met nadruk voor een tunnel met een breedte van tenminste 6 meter. De voorgestelde breedte van 4 meter, zoals die er nu ligt, is ruim onvoldoende voor al het auto, vrachtauto en landbouwverkeer wat er doorheen moet. Wij pleiten dus voor een doorgang van tenminste 6 meter, de breedte van de huidige oversteek bij de Damsholtedijk. De oversteek bij de Damsholtedijk is veruit de meest gebruikte in het hele traject van de N348 tussen Raalte en Hogeveen. Hier komt samen met twee andere oversteken één smalle, te smalle tunnel voor terug. Wij voorzien dan ook ernstige problemen indien telkens slechts één voertuig de tunnel kan passeren en pleiten dus voor een breedte waarbij personenauto's uit tegengestelde richting tegelijkertijd door de tunnel kunnen. De tunnel ligt centraal in het zuidelijk buitengebied van Ommen. Inwoners uit Vilsteren, Damsholte, Lemelen en Gietmen maken nu dagelijks gebruik van een van de drie oversteken die worden afgesloten. En het zijn niet alleen mensen die files vermijden op de N35 of op de Hessenweg. Het zijn vooral mensen als mijn buurman, die gewoon in Dalsen werkt. Of mevrouw, die terug uit Zwolle nog even kaas wil halen bij Heileuver. Allemaal mensen uit de buurt. Gewoon inwoners van Ommen die wonen en werken aan weerszijden van de N348. Ik noem u 4 redenen om te kiezen voor een breedte van 6 meter. 1. Gewoon fatsoenlijk kunnen leven en werken in het zuidelijk buitengebied. Zowel voor de inwoners als de boeren, de ondernemers en iedereen die er graag verblijft. Een toekomstbestendige tunnel, dat is mijn tweede reden, voor een steeds breder wordend landbouwverkeer. Een derde reden is het voorkomen van irritatie. De tunnel komt te liggen op een plek die niemand wenst. Iedereen moet omrijden en dus water bij de wijn doen. Iedereen, de meesten, accepteren dat helaas, dat het helaas niet anders kan, maar het gaat wel te ver om de tunnel dan ook nog eens uit te voeren als een flessenhals. Ik denk dat de burger hier wordt overvraagd. Door een tunnel worden ongelukken bij het oversteken van de N348 voorkomen. Maar heeft u ook berekend wat irritatie doet in gemengd verkeer van te hard rijdende auto's, landbouwvoertuigen, schoolgaande jeugd en toeristen op de fiets? Ommen krijgt een mooi nieuw centrum en daar hoort ook minder verkeer op de markt bij. Door een smalle tunnel wordt ook het verkeer wat de N348 moet kruisen geknepen en zal een deel toch weer voor het centrum van Ommen kiezen om van A naar B te komen. Je kan niet overal het verkeer knijpen. Een tunnel van 6 meter is niet 1, maar 2 ton duurder dan de geplande tunnel. Maar hoeft volgens ons niets te kosten. Er kan bespaard worden op de aanleg en het onderhoud van de geplande verkeerslichten aan weerszijden van de tunnel. En verder kan er ons inziens in overleg met de omliggende buurtschappen worden gekeken naar herverdeling van wellicht gelden voor beheer van openbare ruimte en wegen in het buitengebied. Op deze manier denken wij hoeft het in één keer goed en duurzaam uitvoeren van een noodzakelijk, voldoende brede tunnel eigenlijk niets te kosten. Wij vragen u daarom om de kostentechnische haalbaarheid van een brede tunnel goed te overwegen en daar bij de provincie ook nog eens op aan te dringen. Ik zou willen eindigen met niet alleen vecht voor het centrum, maar ook leefbaarheid in het buitengebied. Dank u wel. Wie
mag ik het woord geven voor het stellen van een vraag. Dan mag u plaatsnemen. Oké. Dan gaan we nu over tot inspraakgedeelte Bulemansteeg. Meneer Noorman. Ik heb hier ook nog een paar schetsjes wat ik zelf ook... Goeiedag, ik ben Edwin Noordman. Ik woon aan de Limmelenweg op de hoek Bullemansteeg. Ten eerste wil ik eigenlijk even zeggen dat ik de tijd hard nodig ben, omdat ik erg dyslectisch ben. En het lezen nogal langdurig en draadig wordt. Daar staat ook in deze brief, en staat het ook, kun je het ook goed merken dat ik dyslectisch ben. Deze weg, de Bulemansteeg, is niet geschikt voor meer verkeer. En dan praat ik met name over, voor mij, de eerste 100 tot 150 meter aan de Bulemansteeg langs mijn huis. Dat is splitsing Bulemansteeg, Husmugsteeg. Natuurlijk verderop ook. Maar dat er nu nog meer verkeer over zou komen door het nieuwe bestemmingsplan, wordt dit vele malen erger. Door meer vrachtverkeer, auto's, toeringskarren en personeel van de Immighoeven en heftrucks en vrachtwagens en bestelwagens van Axel, die straks ook daar een bedrijf van 1-2 uit mag voeren, categorie 1-2, in het nieuwe bestemmingsplan. Maar goed, daar kom ik zo op terug. Veel wandelverkeer, rolstoelers die daar wandelen. En dat zijn bewoners van de Immighoeven. Die weg, die berm, die weg is te smal. Is niet meer geschikt. De wandelaars moeten naar de kant, auto's vliegen in de berm, vrachtauto's. Nou. In de brief verzonden naar mij toe van 6 oktober 2015 werd mij ook duidelijk dat Axel, die op de Bulemansteeg 1 woont, nu een bestemmingsverandering wordt naar 1-2 bedrijfsactiviteiten krijgt. Axel was ook tegen het bestemmingsplan, maar de gemeente is persoonlijk aan het onderhandelen geweest en is daar uitgekomen met Axel. En krijgt volgens het plan nu categorie 1-2 als bedrijfsactiviteit. Dit vind ik heel vreemd en eigenlijk stom van de gemeente, want Axel gaat daar zeker in die schuren aan de slag. Dit is wel eens, er werd dus geklaagd eerder door buren en in het verleden, en dat Axel daar al bezig was in die schuren met activiteiten, en toen heeft de gemeente dit stilgelegd. Dat is minimaal 2 keer gebeurd. Daardoor, als Axel daar een bestemming krijgt, dan krijg je nog meer verkeer. Nou, dit verkeer, vooral aan kijken. Dit verkeer veroorzaakt dus veel meer en nog weer wegactiviteit.
En dat is net het stukje van de Bunemans, van mijn Leermullenweg, van mijn, langs mijn huis. De eerste 150 meter tot aan de splitsing Bunemanssteeg-Husmingssteeg. En daar staat precies de loods van Exel en het uitrit van Exel. En je kunt erop wachten dat daar weer klachten overkomen op den duur als Exel daar een activiteit krijgt van, van 1 en 2 bestemming. Ik weet dat ik dit in het bezwaarschrift brief niet heb gezet. En een termijn van 6 weken is verstreken. Maar ik neem wel degelijk mee meer verkeer hierdoor. En als de Raad van State, als het bij de Raad van State zal komen, wat ik niet hoop, is bij deze, het is bij deze wel vermeld. Dus ben ik, dus heb ik ook bezwaar tegen als, alsnog dat Exel bestemming categorie 1-2 erop krijgt. Het gekke en stomme is dat van voorjaar de gemeente lijnen op de weg hebben gezet langs mijn huis op de Bulemanssteeg. Tot aan de Leermullenweg om gasklinkers langs de weg neer te leggen. Ik heb ook met een man gesproken van een uitvoerder van RECO, de heer D. Visser, die aan het meten en kijken was. En hij zei ook persoonlijk tegen mij, hier komen gasklinkers, die moeten we aanleggen voor de gemeente Ommen. Later zag ik Adpauw, hoofd buitendienst van de Immikoeven, kijken naar de streepjes op de weg. Ik heb hem toen nog gesproken en ik zei, hier komen ook gasklinkers. Ik vond het heel mooi, daar was ik heel erg blij mee. En een tijdje later sprak ik Adpauw weer. En hij had met de gemeente gesproken en hij zei letterlijk tegen mij dat hij kon kiezen wel daar door laten gaan van het leggen van gasklinkers of niet. Hij zei natuurlijk niet, want rolstoelers vinden dat niet fijn. Dat was een standpunt. Het eerste stukje uitrit van de Immikoeven is wel gasklinkers gelegd. En naar richting het voerbeveld ook. Daar gaan ook wandelaars, rolstoelers overheen. Ik vind het heel vreemd. Ik had weer het idee dat een bedrijf als Immikoeven weer meer te vertellen heeft. Het is het paradepaadje van de gemeente Ommen. Nu willen ze metingen doen. Hoeveel verkeer er over de Husmersteeg komt richting voetbalveld. Volgens mij, ik weet het niet 100% zeker, heeft er pas een meting gehangen bij het Husmersteeg nummer 1 aan een lantaarnpaal. Dit is de verkeerde plek. De meting moet komen begin Bulemanssteeg. Bij mijn huis. Dat maakt nu een wezenlijk verschil. Meer verkeer. Ik ben eigenlijk de bezwaarmaker. Ik voel me sowieso al niet gehoord. Daar ben ik heel erg boos over. Als je bezwaar maakt tegen bestemmingsplan, dan gaat de gemeente toch eerst met de bezwaarsmaker praten met de bezwaarsmaker. Ik dus. Dat hebben ze bij Exel ook gedaan. Maar nee, ik kreeg een brief om bij de ingang van de Immikoeven over situatie te praten. Ik voelde me daar totaal niet op mijn gemak. Wat hebben anderen in eerste instantie hiermee te maken? Ik heb wel dingen gezegd daar. Dingen die gewoon soms in mijn spraak werden afgekapt en ik ben hier erg boos over. Dit was het. Iemand van de commissie
Een vraag. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Noordman, u had het over bezwaar tegen de bestemming 1 en 2. Geldt het alleen, geldt uw bezwaar eigenlijk alleen tegen Bulemanssteeg nummer 1? Nee, het gaat juist ook over het hele extra verkeer. Daar had ik eerst mijn bezwaar over gemaakt. Eigenlijk heb ik al jaren dat die weg sinds de inrit van de Immergroeven is geplaatst aan de Husmesteeg is gekomen. Sindsdien is het misgegaan met de bermen. En nu daar een nieuw plan komt voor woningen met categorie 1 en 2 erbij, komt er nog meer verkeer en daarom had ik bezwaar op gemaakt. Kom er later toevallig achter, naar aanleiding van de brief die ik gekregen heb 6 oktober, dat Exel ook 1 en 2 bestemmingsplan gekregen krijgt in een nieuwe plan. En dat het gekke ervan is, dat eigenlijk ze weten, gemeente, dat eerder als klachten een paar keer over is geweest. Ondanks dat ze dat deden zonder dat ze dat mogen doen. Dus. Maar ze hebben mij persoonlijk nog gevraagd als ik ook bezwaar had in een voetbalveld. Ik zei nee, gaat er niet om. Ik zeg ik wil ook een standpunt maken. Die weg is niet geschikt. Nou. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Meneer Noordman, in uw verhaal hoor ik die datum 6 oktober vallen. En ik was inderdaad ook al nieuwsgierig van, was er voor die tijd voor de locatie Bulemanssteeg 1 dan geen sprake van categorie 1, 2? En is inderdaad dan 6 oktober de eerste datum waarop duidelijk bleek dat dat wel het geval was? Dat was in ieder geval een vraag. Daarbij ook van, heeft u daar dan eerder contact over gehad met de gemeente? En hetzelfde geldt eigenlijk over die grasklinkers, want ik hoor uw verhaal aan. En het verbaast me dat anderen dan buiten u om blijkbaar mogen beslissen dat daar grasklinkers wel of niet geplaatst mogen worden. En ik kan me ook voorstellen dat ze u als direct betrokkenen daar ook over dan wel geïnformeerd hebben, dan wel met u over gesproken hebben. Tot zover. Ja, het klopt dat ik gepikeerd ben dat ik überhaupt niet met mij gecommuniceerd word. En dat het in mijn bedoeling eenrichtingsverkeer is. Bedrijven die meer zeggenschap hebben. En het eerste verhaal van u, moet u dat nog even herhalen? Als de voorzitter toestaat, zeker. Die categorie 1-2 die op de Bulemanssteeg 1 zat. U zegt van, daar heb ik pas 6 oktober in die brief voor het eerst kennis van genomen. Is dat dan ook een wijziging ten opzichte van de eerdere plannen? Zat er toen geen categorie 1-2 op? En wat is dan de aanleiding geweest om daar nu wel, maar misschien moet ik dat niet aan u vragen, maar straks aan de wethouder, waarom er dan wel categorie 1, 2 opgekomen is? Ik weet niet, het was in deel 2, in deel 1 stond het niet in het bestemmingsplan. Toen is Exel daar in bezwaar gegaan. Zijn blijkbaar met de gemeente aan onderhandelen geweest. Toen zal het vast wel in deel 2 gestaan hebben. Heb ik het overhoofd gezien. Dus heb ik het niet in mijn brief gezet, jammer genoeg. Maar goed, voor het stukje verkeer maakt mij dat wel heel veel uit ook. En er komt er nog bij natuurlijk lawaai, overlast. En er is al vaker klachten geweest daarover. Wat de gemeente weet. Iemand anders nog? De heer Moerman? Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had geen vragen, het is een duidelijk verhaal, maar ik wil alleen even mijn bewondering uitspreken voor uw moed om ondanks uw dyslexie, wat u zelf zegt, deze zienswijze in te dienen en ook hier mondeling toe te lichten. Dank u wel. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me graag bij aan, maar toch nog even een vraag. U geeft aan dat u contact is geweest met de gemeente. Kunt u daar iets meer over vertellen, hoe dat ging? Op welke manier? Wat was de uitkomst? Het contact bij de Immergroeven over. Even kijken, wat was het? Over de africhting van het verkeer. Ja, daar was. Daar waren een paar mensen van de gemeente.
was eentje van Place de Belang van Leemelen. En daar hebben ze een beetje over gehad van er moet wat met die weg gebeuren. En dan willen ze ook met de gemeente wel mee in discussie, Place de Belang. Maar hoe of wat moet nog uitwijzen. En ja, ze hebben het over inrichtingsverkeer, ze hebben het over wel grasklinkers, maar ander soort. Ze hebben het wel over een voetpad voor de, wat graag de Inbegroeven denk ik wil, een speciaal voetpad langs. Of een rijstrook op de weg verbreden, maar dat wordt allemaal lastig. Of sommige stukken. Daar hebben ze het wel over gehad. Maar dat is gewoon, ja, Inbegroeven, ik en nog een paar mensen. En verder waren er niet bij. En ik heb zoiets, ik was de bezwaarmaker. Waarom komt de gemeente niet eerst met mij even? En ik krijg een brief van, ga daarheen. En daar wordt het, ja, wat overlegd. En ik was het gevoel, echt. Ik werd daar ook natuurlijk, ik heb dingen gezegd. Ik had het gevoel, ik werd wat afgekapt soms, mijn verhaal. Ja. Dat viel me niet lekker. En vooral niet dat de gemeente niet eerst eens bij mij komt van hoe of wat. Het is. Is er nog iemand? De complimenten zijn al gemaakt. U mag uw plaats innemen. Goed, dank u allemaal. Dan gaan we nu over naar de inspraak over het woonzorgcomplex Lemmers Erve in Ommen. Meneer Kuiper, Vereniging Natuur en Milieu de Verstreek. Voor u geldt 5 minuten, meneer Kuiper. Geachte voorzitter, commissieraadsleden en wethouders. U staat voor een belangrijke beslissing om in een nationaal en internationaal beschermd natuurgebied de bouw van 50 zorgappartementen al of niet toe te staan. Op hoofdlijnen wil ik graag een aantal van onze argumenten die we al eerder gegeven hebben, nogmaals onder uw aandacht brengen. Bij de aanwijzingsprocedure tot beschermd natuurmonument volgens de natuurbeschermingswet van het landgoed De Stekkenkamp bent u in 1993 als gemeente zeer nauw betrokken. Op verzoek van de eigenaar heeft u toen met andere overheden ingestemd met de aanwijzing tot beschermd natuurmonument van dit landgoed. Daarmee heeft u niet alleen een grote verantwoordelijkheid op zich genomen, maar ook de verplichting om dit geheel nationaal waardevolle natuurmonument duurzaam in stand te houden. Dit getuigt van mede rentmeesterschap en dat waarderen wij zeer. Indien u instemt met de voorgenomen bouw van een zorgwoonwijk bestaande uit 50 zorgappartementen in dit beschermde natuurmonument, onttrekt u zich naar onze mening aan de verplichting die u bij het aanwijzingsbesluit tot beschermd natuurmonument op u heeft genomen om de grote natuur- en landschapswaarde van dit gehele gebied duurzaam in stand te houden. Immers de aantasting van de natuur- en landschapswaarde door de bouw van dit woonzorgcomplex zijn onomkeerbaar. In het aanwijzingsbesluit tot beschermd natuurmonument van De Stekkenkamp is aangegeven dat bouwen in de zin van de woningbed als een schadelijke handeling moet worden beschouwd. Op grond hiervan zou de gemeente al geen medewerking kunnen verlenen aan de voorgenomen bouw van deze 48 zorgappartementen en 2 respijtwoningen. Door als gemeente het bestemmingsplan Lemmers Erve in procedure te brengen, verleent u als overheid medewerking aan deze verboden schadelijke handeling volgens het aanwijzingsbesluit Natuurbeschermingswet. Dit Nationaal Beschermd Natuurmonument vormt op grond van haar bijzondere natuur- en landschapswaarde ook een onderdeel van het Natura 2000-gebied Vecht beneden Regge. Daarmee heeft dit gebied ook een internationale natuurbeschermingsstatus verkregen. Op grond van deze nationale en internationale natuurbeschermingsstatus van het gehele gebied, De Stekkenkamp,
hebben de verschillende overheden, waaronder uw gemeente, de wettelijke plicht de natuur- en landschapswaarde duurzaam in dit hele gebied in stand te houden, te herstellen en te ontwikkelen. Wij vinden dat de gemeente zich onvoldoende bewust is van haar taak om hieraan te voldoen wanneer ze medewerking verleent aan de voorgenomen bouw van deze 48 zorgwoningen en 2 respijtwoningen in dit waardevolle beschermingsgebied. Ik wilde nu even ingaan, heel in het kort, op het beheer en exploitatie. Voor de goede orde wijs ik u erop dat in de hele discussie over dit onderwerp 2 zaken door elkaar worden gehaald. Te weten 1. Het totale beheer van het natuur- en landschapswaarde van het beschermd natuurmonument De Stekkenkamp is overeenkomstig het gestelde in de Natuurbeschermingswet vastgelegd in een beheerplan. Op basis van dit beheerplan worden de natuurwaarden in het beschermde natuurmonument duurzaam in stand gehouden, hersteld en ontwikkeld. Over de kosten van dit beheer, dat betrekking heeft over het gehele aangewezen gebied, is volledige overeenstemming tussen eigenaar en overheid. Jaarlijks worden de beheerskosten, die marktconform zijn, vergoed met instemming van de eigenaar. De wederzijds beoogde duurzame instandhouding van het hele aangewezen beschermde natuurgebied, natuurmonument, worden daarmee ingevuld. Alle gebouwen van het landgoed De Stekkenkamp vallen buiten het aanwijzingsbesluit beschermd natuurmonument. De exploitatie, het beheer en onderhoud van al deze gebouwen komen ten laste van de eigenaar. Het argument van de eigenaar en burgemeester en wethouders van de noodzaak tot de bouw van de 48 zorgappartementen met 2 respijtwoningen om het totaal aangewezen beschermde natuurmonument in stand te houden, achten wij derhalve irrelevant. Immers het individuele belang van het landgoed wordt door uw gemeente verward met het algemene belang van een goede ruimtelijke ordening. Een goede ruimtelijke ordening kan niet slechts beargumenteerd worden met het financiële belang van een toevallige initiatiefnemer. Openbaar belang in het beschermd natuurmonument dient voor ingrepen die na toetsing toelaatbaar zijn, sprake te zijn van een dwingende reden van groot openbaar belang. Dit geldt ook voor het natuurmonument De Stekkenkamp. Van een dwingende reden van groot openbaar belang, die rechtvaardigen dat alleen in dit beschermd natuurmonument 48 zorgappartementen en 2 respijtzorgwoningen gebouwd kunnen worden, is hier geen sprake, omdat dit niet wordt aangetoond. Tot slot. Zoals u bekend hebben gedeputeerde Staten van Overijssel die natuurbeschermingswet vergunning verleend voor de bouw van dit zorgcentrum op De Stekkenkamp. Naar onze mening is dit besluit onvolledig en onzorgvuldig. Dat is de reden dat wij een bezwaarschrift hebben ingediend waarin wij gedeputeerde Staten onderbouwd met onze argumenten hebben verzocht haar besluit terug te nemen. We hebben dit bezwaarschrift ook aan u toegezonden. Deze procedure loopt momenteel. U moet zich ervan bewust zijn dat het bestemmingsplan Zorgcentrum Lemmers Erve uitvoerbaar moet zijn. Zolang de procedure Natuurbeschermingswet loopt, is dat niet zeker. Wij vragen u dan ook om geen onomkeerbare beslissingen te nemen zolang deze procedure Natuurbeschermingswet nog loopt. Op grond van al onze argumenten adviseren wij u dringend het ontwerpbestemmingsplan Woonzorgcomplex Lemmers Erve niet vast te stellen. Uw raad zou het college kunnen verzoeken alternatieven te ontwikkelen die wel recht doen aan de vastgestelde natuurdoelen in onze gemeente en tegelijkertijd recht doen aan de voorzieningen van de beoogde zorggroepen in onze gemeente. Ik dank u. Vragen voor de heer Kuiper? Mevrouw Schunselaar. Ja, ik heb eigenlijk 2 vragen. U heeft het over het besluit van GS. U heeft daarover ook een bezwaarschrift ingediend. Die hebben wij ontvangen. 10 pagina's. Moeilijke materie, zeg ik direct. Ik zou u eigenlijk willen vragen, maar goed, u heeft... kunt u dan in 5 korte steekwoorden nog eens precies zeggen waar uw bezwaren zich op richten? Want 10 pagina's, ik heb het helemaal gelezen, maar ik was af en toe de draad kwijt. Sorry. Dat is 1. En de tweede vraag is eigenlijk, en u stelt, als ik hem zo mag samenvatten, dat de, wat in het voorstel staat, de exploitatie van het landgoed, dat, dat staat op pagina 5, de onderbouwing daarvan, die is volgens u niet correct. Klopt dat? Heb ik dat goed met die constatering?
de onderbouwing van het... De exploitatie van het landgoed, wat in het stuk staat. U zegt... En welk stuk bedoelt u dan? Voor de van vaststellings... ons bezwaarschrift. Nee, het vaststellen, bestemmingsplan, woonzorgcomplex Lemmerzemmer. Daar staat een passage over de exploitatie van het landgoed. En ik hoor in uw verhaal een ander verhaal. Dat klopt, ja. Dat heb ik u zojuist verteld. Daar hebben wij grote twijfels over. Is er twijfels over? Okay. Omdat ik duidelijk heb aangegeven, er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het beheer van het totale landgoed en dat beheer dat is aangewezen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Daar voorziet de overheid in overeenstemming met de eigenaar in een jaarlijkse kosten, die is kostendekkend. En daarnaast, en dat is het meningsverschil, en volgens mij niet duidelijk bij uw raad, de gebouwen zijn niet aangewezen. En daar is exploitatie, daar heeft men het ook over exploitatie en kosten. En die zijn in feite niet ter zake doende in dit geheel, als u het projecteert in het kader van de Natuurbeschermingswet. Dat zijn kosten die de eigenaar zelf moet betalen. Daar voorziet het Rijk niet in, de overheid. Voorzitter, ik nog even mag. De brief, de bezwaarschrift die u heeft ingediend bij GS, die 10 pagina's. Mag ik u even onderbreken? Ja. Die vraag die vind ik hier niet aan de orde, want het is een bezwaarschrift bij de provincie. En als u daar wat toelichting op wilt, dan adviseer ik u om dat even bilateraal te regelen met meneer Kuiper. Nou, ik sluit me er graag bij aan wat u zegt, want dat antwoord had ik willen geven, maar u had me de woorden al uit de mond. Nee, inderdaad, dat is een procedure die bij de provincie loopt en die ik hoop dat u dat begrijpt. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. In de zienswijze, want het gaat eigenlijk hier volgens mij alleen maar over de zienswijze die ingediend zijn, wordt vaak gerefereerd aan de natuurtoets van ECO Groenadvies. En ik ben benieuwd naar uw mening over die natuurtoets uitgevoerd door ECO Groenadvies. Het staat ook in het bezwaarschrift naar de provincie toe, maar de natuurtoets van ECO Groen vinden wij onvolledig en onzorgvuldig. Er is maar slechts één momentopname gemaakt. En dat kan bij een dergelijk onderzoek niet, als je het hebt over een groot complex wat je daar neerzet. En de onderbouwing, die geven wij, hebben we al eerder aangegeven in onze zienswijze, maar zeker naar de provincie toe. Daar zou ik u naar verwijzen, naar onze stukken die we hebben gegeven. Nou, die zijn onvoldoende. En daar kun je zo'n complex niet op beoordelen. Onjuist en onvolledig. Verder niemand. Dan mag u plaats nemen, even meneer Kuiper. Gaat u dus ook een wet aan beginnen? Dan gaan we over tot behandeling van de N348. Ik heb met de wethouder afgesproken dat ambtelijke ondersteuning hier op de rechterflank plaats kan nemen. Vragen gaan wel via de wethouder en de wethouder bepaalt of hij zelf dan wel de ambtelijke ondersteuning de vragen beantwoordt. Nou heb ik begrepen dat de projectleider van de provincie ook aanwezig is. Ja? Die mag ook achter de tafel plaatsnemen, want normaliter staan we technische vragen niet toe, maar er zijn door de insprekers ook een aantal technische dingen ter sprake gebracht die u mogelijk wilt toetsen bij de projectleider. En dat zal ik dus toestaan, maar de vragen gaan weer via de wethouder. Wie wenst het woord? Dan begin ik bij de heer Wint. Ja, voorzitter, dank u wel. Eigenlijk hebben we maar een hele korte vraag aan de wethouder. En wij zouden graag een overzichtje ontvangen om de verschillende varianten eens even qua kosten inzichtelijk te krijgen. De heer Rebbers. Dank u wel, voorzitter.
Ja, toch een kleine inleiding. Ik heb uw woorden gehoord net, dus ik zal proberen de tekst iets aan te passen. Maar we krijgen toch een beetje de indruk dat in deze kwestie de kool en de geit gespaard is. En met name ook zolang dat dan maar niet te veel geld kost. En dus komen we uiteindelijk uit bij één tunnel die dan ook maar in het midden moet liggen om die bekende kool en geit te sparen. En niet te breed en geen aanvullende maatregelen bij de wegen die eromheen liggen. En dan maak je het zo goedkoop mogelijk. En gezien de ervaringen die we hebben bij de rondweg, zouden we toch beter moeten weten, zeker met landbouwvoertuigen. Want ook daar hebben ze wel eens tegenover elkaar gestaan. En daarom de volgende vragen. Dus ik heb het kort gehouden, voorzitter, de inleiding. Waarom de kool en geit sparen en niet de beste oplossing voor de verkeersafwikkeling? Daarnaast, waarom slechts een breedte van 4 meter, waarbij we nu al weten dat het om problemen vraagt? En of dat dan 5 of 6 moet worden, zoals de insprekers zeggen, daar laat ik me dan even niet over uit. Maar in ieder geval één waar de verkeersafwikkeling zonder stoplichten mogelijk is. En waarom ook geen aanvullende maatregelen voor de wegen in de directe omgeving? We hebben in het buitengebied al zoveel kapotgereden bermen die gevaarlijke situaties opleveren. Al meerdere insprekers vanavond over hetzelfde onderwerp. Dus dat zouden we toch wel graag een antwoord op hebben. Tot zover. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. In uw voorwoord heeft u aangegeven dat meningen hier niet op prijs worden gesteld. Nou, volgens mij is deze raadscommissie bij uitstek bedoeld om een meningsvormende vergadering te zijn. Maar goed, laat ik me dan in dit geval maar heel erg beperken tot de vragen. En wat dat betreft kan ik me aansluiten bij de ChristenUnie. Ik ben heel benieuwd naar de varianten die mogelijk zijn en de kosten daarvan als het gaat om een smallere tunnel, bredere tunnel enzovoorts. Zoals ook al door diverse insprekers is aangegeven. Dank u wel. De heer De Ruiter. Dank u wel. Ook de VVD zou graag inderdaad een kostenoverzicht willen en dan echt duidelijk gesteld waar zit nou het verschil in 4 meter, 5 meter, 6 meter, wel stoplicht, geen stoplicht. Wat is daar de afweging van? Verder graag een kaart, tekening, schets, als het maar duidelijk is over hoe het met de toe- en afritten zit. En ja, een algemene vraag die ons al een tijdje bezighoudt is, wat is nou eigenlijk precies de invloed van de raad als het gaat om besluitvorming voor de provincie? Deel van wat precies de rijkwijde is van de raad als het gaat om de invloed die we nog kunnen hebben op wat kennelijk al een provinciaal besluit is. Dat was het. De heer De Vries-Robles. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat, we weten allemaal, dit is een controversieel onderwerp. Je wilt op twee plekken een tunnel, maar je kunt op één plek maar aanleggen. Maar in ieder geval hebben wij toch het gevoel dat de contacten die er geweest zijn met de mensen zelf in de omgeving en de analyse die daarop losgelaten is, dat die bepaald niet de schoonheidsprijs verdient. En wij vragen ons af of op dat gebied er nog iets te repareren is. Dus de vraag aan de wethouder is, van ziet hij nog kansen om in ieder geval de gevoelens die ook hier vanavond naar voren gekomen zijn, om daar nog iets mee te doen. De tweede vraag is, ook ons denk ik, dat zal u niet verbazen, beangstigt, zal maar zeggen, de kleine maat van de tunnel. Omdat het toch inderdaad, er worden een aantal overgangen gesloten. Er komt één tunnel voor in de plaats en die is bepaald niet breed. En we kennen allemaal de gebeurtenissen op de Rechterense dijk, waar een aantal bomen in de weg staan die niet weg mogen. Maar hier heb je straks een tunnel gebouwd van beton en die kan niet meer weg. Dus de vraag is, rekening houdend met toch de toename van in ieder geval de grootte van landbouwmachines. En rekening houdend met dat er toch relatief veel verkeer door die ene tunnel moet, kunt u niet nog eens een keer met een berekening komen van wat de extra kosten zijn van extra meters, ook gezien de argumenten die we nu gehoord hebben, dat er mogelijk op andere onderdelen van het plan dan bezuinigd kan worden. Ik zou graag een overzicht of in ieder geval een vergelijking willen hebben van de mogelijkheden op dat gebied. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel.
Voorzitter, de VOV-fractie is qua beeldvorming en oordeelsvorming een heel eind op streek. Zeker gezien de omvangrijke stukken en de informatie van de inspraak. De vragen die we hadden over de dimensionering van de tunnel, die zijn al op een aantal manieren gesteld. Daar sluiten we ons graag bij aan. Maar we zouden eraan willen toevoegen dat het kostenaspect mede in relatie gebracht kan worden tot het aspect veiligheid. Hoe breder, hoe veiliger wellicht. En ook het comfort ten aanzien van de breedte. Dus die twee aspecten graag in relatie tot het kostenaspect. Dank u wel. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie heeft een aantal vragen. Een aantal zijn eigenlijk ook al min of meer voorbij gekomen. Toch benadruk ik nog even de kosten van een van de punten waarnaar gekeken is te bepalen waar de tunnel moet komen. De kosten van de tunnel in de Achterveldsweg is het duurst. Dat staat tenminste in de stukken. Nu is de keus op de middenvariant gevallen, waarbij landschap wordt opgeofferd voor asfalt. Naast de tunnel moet namelijk ook een parallelweg worden aangelegd. Toch is deze variant goedkoper dan de tunnel op de Achterveldsweg, want die staat voor 4,6 in de papieren en de Danvolte Dijk voor 4,3 en de middenvariant ook voor 4,6, als het goed is, als ik het goed begrepen heb. Kunt u aangeven hoe dit mogelijk is? De tweede vraag die ik heb de argumenten gelezen die tot de keuze hebben geleid de tunnel in het midden van de Danvolte Dijk en de Achterveldsweg aan te leggen. In de besluitvorming is daar ook rekening gehouden met een scenario om een tunnel in de Achterveldsweg aan te leggen en om de omrijdtijden binnen de perken te houden en eventuele planschade te minimaliseren, de bestaande weg, de Koningslaag, te asfalteren. De derde vraag die de CDA-fractie heeft: zijn er door de provincie tellingen gehouden op de verschillende oversteekplaatsen, waarbij inzicht is ontstaan in de verplaatsingen van het aantal en soort voertuigen? Zo ja, wat zijn de uitkomsten daarvan? De vierde vraag die ik heb is het college bereid om bij de provincie aan te kloppen om na te vragen of de genoemde locatie nog kan worden afgeweken? De vijfde, of schoon het om uitvoering gaat, wil ik toch even stilstaan bij de breedte van de tunnel. Is dat door een aantal andere fracties aangegeven. Zeker met het oog op de toekomst, waarbij landbouwvoertuigen wellicht nog breder gaan worden, vragen wij als CDA ook nadrukkelijk om te bezien of de tunnel breder kan. En de vraag is dan, wie draait dan voor de kosten op? Dat is dan een concrete vraag die we ook aan de wethouder stellen, van is dan de gemeente of de provincie die dat gaat betalen? Wat maakt het dat de tunnel in de Danvolteweg is afgevallen? Er staat alleen maar dat die is afgevallen in enig beraad, maar waarom? Dat heb ik niet kunnen duiden. En de laatste vraag, dat is eigenlijk als gevolg, een gevolg van het aanleggen van een tunnel. De Oude Dijk, dat is een slechte weg die vanaf de Vulsersdijk richting de N348 gaat. De boeren rijden nu om en die weg wordt afgesloten. Wordt er nog wat aan die weg gedaan dat de mensen daar toch op een normale manier hun land kunnen bereiken? Dat is even nog een laatste vraag van ons. Dank u wel. Het woord is aan de wethouder. Voorzitter, dank je wel. Hoe kan je vuurdoop eruit zien? Zo dus. Waarvan de eerste gestelde vraag de makkelijkste te beantwoorden is: kunnen we een overzicht krijgen qua kosten? Dat kan. Alleen het overzicht wat ik op dit moment heb is niet heel breedvoerig. Dat is, zoals de heer Dunnewind al aangaf, 4,3 voor de Damsholterdijk en de overige 4,6 miljoen. De uitsplitsing, daarover vraagt u mij. Dat zal ik moeten doorspelen richting de provincie. Wellicht dat zij dat kunnen uitsplitsen. Van de LPO de kool, de geit sparen, misschien ook wel het sop sparen. Waarom is er voor één tunnel gekozen? Dat was volgens mij altijd al de bedoeling om voor één tunnel te kiezen. Voor zover ik geïnformeerd ben, in het aloude plan zou die bij de Damsholterdijk kunnen gaan liggen. Uit de vele reacties van de inspraakronde die de provincie heeft gehouden is een derde variant toegevoegd. Een middenvariant, om zoals u zegt de pijn te verdelen. En dat is dus ook letterlijk zo geworden in de stukken, een pijnverdeelmodel. Waarom is die, en dan beantwoord ik gelijk een andere gestelde vraag, waarom is die dan bij voorkeur eruit gekomen? Als je dat gaat staffelen op basis van de criteria, zorgvuldig ruimtegebruik, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en algemene kosten, dan springt die er qua staffeling het beste uit. Ondanks dat die tot een van de duurdere varianten behoort, door hem te beperken in aanloop, lengte, diepte
door daarin in te spelen, behaal je milieuwinst. En ten aanzien van de ingeschatte plantschaderisico's, kun je dat indammen. De breedte, ik kan die hele discussie in één keer doodslaan. Is bij het bepalen van een bestemmingsplan, bij vaststellen van een bestemmingsplan, is dat niet relevant. Hij zou een meter breed kunnen, hij zou misschien ook wel 2 meter breed kunnen. Maar de vraag is, wilt u daar verkeerstechnisch het bestemmingsplan zo wijzigen dat agrarische gebieden worden omgetund naar een verkeersbestemming? Ja of nee, dat is feitelijk de discussie. Ik begrijp de zorgen die er leven, maar als u het stuk leest, denkt Touw en denkt de provincie dat het middels deze constructie een tunnel voor motorvoertuigen van 4 meter breed en een verhoogd liggend, veilig afgeschermd fietsgedeelte van 3,15 meter, dacht ik, breed, dat dat voldoende is en dat je het verkeer eventueel, wanneer het spitsuur zou zijn, met een verkeerslicht zou kunnen beheersen. Ik ben geen verkeerskundige en ik heb geen inzicht in de tellingen. Ik heb ook begrepen amperlijk van Werner Sauer dat er geen tellingen beschikbaar zijn ten aanzien van de verkeersintensiteit. Maar dat men zich baseert op een verkeersmodel uit 2013. Dat verkeersmodel is wel beschikbaar. Maar ik kan niet beoordelen of daar nu opstoppingen en files voorkomen. Dat weet ik niet. Die vraag zou ik moeten doorspelen. Waarom geen aanvullende maatregelen? Als u bedoelt om daar grasbetonklinkers et cetera aan te leggen. De verkeersintensiteit wordt ingeschat is niet van dien aard dat daar heel vaak vrij frequent in spitsuurvorming verkeer elkaar zal passeren en 4,5 meter spoorbreedte is gangbaar binnen de gehele provincie en leidt niet overal tot onoverkomelijke problemen. Op het moment dat we constateren dat bermen wel schade toebrengen, dan denk ik dat we met elkaar dan serieus naar moeten kijken of we daar dan een oplossing voor zouden kunnen vinden. En dan heb ik gelijk ook de vraag van de Partij van de Arbeid, denk ik, te pakken ten aanzien van de variant en de breedte van het profiel. Het kostenoverzicht van de VVD, ik kan het u niet geven, maar waarschijnlijk dat de woordvoerster van de provincie hier inzicht in kan geven. Een stoplicht, wat kost een stoplicht? Een VRI, nou, als je kijkt naar bij de Beersenweg, waar ze trouwens medio november zullen beginnen met de daadwerkelijke aanleg van de VRI, dat kan ook behoorlijk in de papieren lopen. Maar dit zal gaan om een aanrij-afrij model, dus één stoplicht staat op rood en dan staat op groen. De aanschaf is vaak niet het punt, het zit meer in het onderhoud. Maar dan ligt de afweging bij de provincie of de provincie van mening is dat zij, want een 1 meter breder, en dan heb ik gelijk de vraag van de heer De Vries Robles te pakken. 1 meter meer breder kost een ton, dus 2 meter kost 2 ton, ga zo maar door. Die ligt bij de provincie. Ben ik dan genegen om die vraag bij de provincie neer te leggen. Als dat uw gevoelen is, ik ga er niet over, want de gemeente investeert nul. Ook wanneer het een meter breder zou zijn, komen die kosten voor rekening van de provincie. Dan zouden wij in overleg moeten treden met de provincie. Als dat een middel kan zijn om dit bestemmingsplan gedragen door de raad door te krijgen, zal ik dat gesprek niet uit de weg gaan. Maar er was ook al een vraag van, en mocht onverhoopt de raad niet instemmen, wat dan? Dan kan de provincie een inpassingsplan gaan opstellen. En volgens mij hebt u daar ervaring mee. Ik ga ervan uit dat ik de vraag van de heer Fries Robles ook voldoende heb beantwoord in deze zin. Het kostenaspect ten aanzien van de VOV, dat zal dan nader toegelicht moeten worden ten aanzien van de tunnels. En dan heeft het CDA me daar een waslijst aan vragen gesteld. Ik weet daar echt het antwoord niet op. En ik wil de discussie niet doorslaan ten aanzien van de breedte en de kosten. Maar ik zou die willen gaan doorgeleiden naar de provincie en naar de Werner Sauer. Tot zover, voorzitter.
Ik durf ook niet te zeggen of ik alle vragen helemaal rechtstreeks kan beantwoorden. Ik kijk ook even wat ik snel heb opgeschreven. De keuze, laat ik dan maar even mee beginnen, de keuze om die tunnel in het midden te leggen. Nou, zoals u dit stuk hebt kunnen lezen, heeft de provincie Overijssel in 2014 een plan in hoofdlijnen vastgesteld. Nou, eigenlijk de belangrijkste discussiepunt die op dat moment gold was de keuze. Waar gaan we de tunnel in leggen? Het is volgens mij door de wethouder de keuze al gezegd, maar ook al door de insprekers. In eerste instantie ging de provincie uit van een tunnel in een Dalmsholtedijk. Naar aanleiding van zienswijze op het ontwerp van het plan in de hoofdlijnen wat ze gehad hebben, is dat nog eens extra tegen het licht gehouden. Zijn er een aantal varianten bekeken. Tunnel Achterveldsweg, die door veel mensen op dat moment is aangeroepen. En ook een variant om een tunnel in het midden te doen. Nou, uiteindelijk is die laatste variant eruit gekomen. En ik hoorde de meneer, ik ben even zijn naam kwijt, sorry, meneer van de LPO al zeggen, is dat dan een een zoethoudertje bedoelt een beetje in het midden. Iedereen heeft van alles wat. Nou ja, daar lijkt het best wel een beetje op. Maar als u in de stukken ook hebt kunnen lezen, zitten aan die varianten ook gewoon heel veel voordelen. Nu heb ik de afgelopen week, naar aanleiding van een aantal vragen van mijn buurman hiernaast, een notitie geschreven die via de raadsgriffier en de wethouder, ik weet niet of iedereen die notitie gekregen heeft, daar staat onder andere een tabelletje in met plusjes en minnetjes voor bepaalde zaken. Nou, wat mij betreft is de notitie ook beschikbaar voor andere commissie en raadsleden. Daar staat dus in, wat zijn nou de voor- en nadelen van de verschillende varianten. Kosten maakt daar één onderdeel van uit, maar dat is niet de allerbelangrijkste. Het gaat ook om verkeersveiligheid, het gaat om omrijdtijden en al dat soort zaken. Maar daar komt die keuze uit voor. De keuze is dus eigenlijk in die zin door de provincie gemaakt in het plan in hoofdlijnen. Is de gemeente Ommen bij die keuze betrokken geweest? Nou, op dat moment is er een klankbordgroep geweest vanuit met de verschillende gemeenten. U weet ook uit het stuk, het gaat niet alleen om de gemeente Ommen, maar de hele N348 loopt ook door de gemeente Dalfsen en de gemeente Raalte, waar ook de nodige maatregelen genomen worden. Op dat moment is er een klankbordgroep geweest, waar het zitting in heeft geweest. Een aantal bestuurders uit de drie verschillende gemeenten, ook vanuit Ommen is de toenmalige wethouder daarbij betrokken geweest. Dus in die zin is Ommen daar toen ook bij betrokken geweest. Ja, de invloed, ik weet even niet meer wie die vraag stelde. Wat is nou nog de invloed die wij als gemeenteraad kunnen uitoefenen? U stelde hem inderdaad. Nou ja, formeel zeggen we eerlijk, om die tunnel daar mogelijk te maken, moet bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeenteraad is het bevoegd aangaan om een bestemmingsplan vast te stellen. Mocht u ervoor kiezen om hem niet vast te stellen, ja, dan kom je in een situatie terecht van, ja, er ligt geen bestemmingsplan, dus dan gaan we ook die oversteken maar niet overheffen. Maar dan kun je ook in de situatie terechtkomen, dat de wethouder noemde volgens mij terecht, dat de provincie ervoor kiest om een provinciaal inpassingsplan te maken. Dan komt er een bestemmingsplan, maar dan niet onder figuur van de gemeente, maar onder figuur van de provincie. En dan is de gemeente, de wethouder noemt dat, u hebt er ervaring mee. Nou goed, u kent dat inderdaad, ik hoef niet te noemen welk project dat om gaat. Maar dan, ja, dan bent u eigenlijk zelf niet meer aan zet, zeg ik heel eerlijk. Ambtelijk kiezen wij ervoor, laat dat gewoon bij de gemeente liggen. Dan ben je ook zelf ook aan zet om mee te discussiëren. Dus ja, ik zou daar niet voor, als ik al mag pleiten, zou ik dat niet doen. Voor zover de keuze. De breedte van de tunnel, nou de wethouder zei het al, het bestemmingsplan laat zien, en we hebben het hier over bestemmingsplan, dat er een bestemming verkeer en vervoer neergelegd wordt voor de locatie van de tunnel. Nou, dat is een hele brede strook, daar kan wel een weg van 8 meter, een tunnel van 8 meter breed onderdoor. Dus voor het bestemmingsplan is dat in die zin niet relevant, dat laat het gewoon mogelijk. En de uitvoerende partij, dat is de provincie, die kan dan op basis van het bestemmingsplan er een invulling aan geven. Wat natuurlijk wel meespeelt is de uitvoerbaarheid. Het moet wel betaald worden. En daarvoor... De wethouder zei het al, het is een project van de provincie en de provincie staat aan de lat voor het betalen. En die moet daar dus ook keuzes in maken, wat kunnen we wel doen, wat kunnen we niet doen. Dus ik net al zei, het is een heel project, de N348, ook in Dalfsen en vooral in Dalfsen, maar ook in Raalte gebeurt het een en ander. Dat kost ook heel veel geld en op een gegeven moment moet er keuzes gemaakt worden. Wat is nou noodzaken, wat kunnen we wel en wat kunnen we niet. Dus daar zit die overweging ook in. Moet ik dan verder nog van het ruimtelijk wat toevoegen naar verkeersstellingen... wij hebben ze als gemeente niet exact in beeld het aantal overstekende. De provincie zal wellicht wel tellingen hebben en die zijn volgens mij ook meegenomen in destijds al een plan in hoofdlijnen. Nou, je kunt je voorstellen dat in ieder geval ik ze niet paraat heb hier op dit moment, maar als ze er zijn, kunnen ze voor mij betreft gewoon aangeleerd worden. Zal ik jou het woord geven? Ja, nou, volgens mij gaat de vraag voor mij vooral over het kostenverschil tussen verschillende tunnels. Daarvan is gewoon een onderbouwing. Die heb ik op dit moment hier niet in de binnenzak helaas.
Destijds zeg maar, bij de afweging is inderdaad, zijn ook de kosten meegenomen. Ja, voor mij zeg maar, gaat het over de opgave dat de N348 verkeersveiliger moet worden. Dat is mijn opdracht. Daar zitten een aantal maatregelen in verschillende gemeenten in. Dat die tunnel in, zeg maar, in het midden tussen de Achterveldseweg en de Damsloterdijk is er daar één van. Ik weet zeg maar, de verschillende meningen daarover. Over wat de plek van de tunnel moet zijn, wat de breedte van de tunnel moet zijn. En destijds de afweging die daarbij gemaakt is in het, met het ontwerp dat er nu ligt, is dat we een betaalbaar plan wilden. Wat zeg maar aan de eisen voor doorstroming en verkeersveiligheid van de N348 voldeed. Waarbij niet te veel mensen er last van hebben. Dat is natuurlijk altijd een heel ingewikkeld ding. Want altijd benadel je iemand. Dus, ja, dus dat is ook zeg maar hetgene. Maar, maar het kostenverschil is dus gewoon een onderbouwde kostenraming. Die weet ik niet zeg maar, of ik die echt openbaar kan maken. Maar ik kan in elk geval wel kijken zeg maar, of ik de kostenverschillen zeg maar, kan verklaren. Maar dat kan ik dus niet nu, maar dat kan ik wel later doen. Ja, volgens mij was dat... Ja, u zegt dus toe dat u met financiële informatie komt. Ja, ik, zeg maar, ik zeg dus toe dat ik met, zeg maar, de reden van het kostenverschil, dat zal ik uitleggen. Ik weet niet exact of ik echt met een raming kan komen. Maar dat ligt eraan zeg maar, of dat zeg maar, aanbestedingsgevoelige informatie kan zijn. Maar ik kan in elk geval wel uitleggen zeg maar, wat de kostenposten zijn en waarom de ene variant duurder is dan de andere. Dan zou ik u een advies mee willen geven van stel niet uit tot maandag wat u vrijdag kunt doen. Nee, zeker niet. De heer Ter Kust. Ja, voorzitter, dank u wel. Als ik heel goed geluisterd heb naar de verschillende fracties, dan ligt er nog één prangende vraag van zou de provincie eventueel bereid zijn om een metertje breder te gaan met de tunnel. En zo ja, wat moeten wij daarvoor, als ik daarvoor naar Zwolle moet, graag. Als het antwoord bij voorbaat nee is, dan heeft de Raad een andere discussie, denk ik. Het antwoord daarop is nooit bij voorbaat nee. Zeg maar, ik wil ook het liefst alles doen wat kan en waar iedereen heel blij van wordt. Alleen ik zit wel gewoon met een raming die gewoon een tax heeft en we zitten in de raming redelijk krap. Ik kan daarin van alles onderzoeken. Ik heb op dit moment de opdracht om de tunnel zo te maken dat hij is. Ik moet wel zeg maar, bestuurlijk zeg maar, een vraag krijgen om dat uit te zoeken. De tweede ronde. Wie wenst er gebruik te maken van de tweede ronde? De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de antwoorden gehoord en die stemmen mij hoopvol dat we in ieder geval positief nieuws uit Zwolle zullen krijgen. Dat maakt het waarschijnlijk alweer een stuk makkelijker. Maar blijft er toch nog eentje over voor de wethouder als u het niet erg vindt. Want waar ik wat minder positief gevoel bij krijg is van we gaan eerst maar kijken wat er kapot gaat. En vervolgens gaan we kijken wat er eventueel moet gebeuren aan bermen en eventueel graskeien en weet ik wat. Niet onaardig bedoeld, het was ook voor uw tijd. Dat hebben we een keer eerder meegemaakt. Dat er een weg erg smal was en dat die eerst kapot moest. Maar toen bleek dat die ondertussen overgedragen was aan de gemeente. En dat de kosten dus ook volledig toen voor de gemeente kwamen. Terwijl als we eerder aan de bel hadden getrokken, hadden die voor een andere instantie geweest. En ik vraag me dus even af hoe dat in dit geval zit. En of dat, als daar kosten uit voorkomen, dat we eens beter nu in kunnen brengen. Waar we misschien de provincie lief aan kunnen kijken. Omdat we straks met de rug tegen de muur staan en verplicht zijn om ze aan te leggen. Tot zover. De heer Wint nog? Dan is het woord aan de wethouder. Ja, ik heb niet van nature een heel vriendelijk gezicht. En ik heb zojuist mijn meest lieve gezicht opgetrokken richting de provincie. En dat schijnt niet bij voorbaat nee te betekenen. Met ten aanzien van de wegen. Ik moet varen op het rapport zoals het voor ligt. En dan is 4,5 meter in de provincie van, bij dit soort wegen wordt breed genoeg geacht. En dan zou het dus zo moeten zijn dat de bermen daartegen bestand zijn. Ik geloof op uw woord als wanneer u zegt van
in het verleden hebben we meegemaakt dat inderdaad bermenbellen werden kapot gereden. Ik zal dat moeten monitoren. Ik kan bij voorbaat niet aangeven van, omdat in het verleden ergens een weg eens is stuk gereden, gaan we nu bij voorbaat al bij de provincie. Ik wil het wel meenemen in een eventueel overleg. Ik wou net op gaan schrijven dat ik morgen een brief moet gaan schrijven, maar Benne Sauer die heeft morgen al vakantie, dus dan moet ik even gaan kijken hoe ik dat ga regelen. Waarschijnlijk zal ik hem dan zelf nog moeten gaan dichten. Even kijken of ik iemand voor dat dictum kan vinden. Ik zou dat in een side letter zou ik dat mee willen nemen. Eén advies nog. Rijd terug over de Witte Paal en u ziet mijn voorbeeld. De heer Middelkamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het project staat in het teken van veiligheid. Ik richt me tot de wethouder, maar ik adresseer de vraag die zo dadelijk volgt ook een beetje richting de provincie. Het gaat om veiligheid en als we een tunnel zouden maken die tot onveilige situaties leidt en we besteden daar vele miljoenen aan, dan zijn we misschien niet goed bezig. Wellicht dat de wethouder in de beeldvorming en de oordeelsvorming van de provincie nog een duit in het zakje zou kunnen doen om erop te wijzen dat een wat bredere tunnel tot voordelen leidt. Helaas is de vraag in de eerste termijn die we hebben gesteld niet helemaal volledig beantwoord, omdat wellicht daar een soort turflijstje is, zoals de projectleider van de gemeente daarop duidde. Daar beschikken we niet over. Dus vandaar nog maar een keer herhaald aan de wethouder om te kijken of in de oordeelsvorming van de provincie niet een iets veiligere situatie, luisterend ook naar de hartekreet van de insprekers, de LTO, et cetera, om daar nog wat extra aandacht voor te vragen. Voorzitter, dat was het. Dank u wel. De heer De Vries Robles. Voorzitter, ik heb nog twee vragen. De wethouder had waarschijnlijk het gevoel dat hij mijn vraag over de afweging van kosten beantwoord heeft, maar ik heb niets gehoord over het alternatief. En ik zou, als hij in staat is om via de provincie daar cijfers over te krijgen, zou ik wel een iets betere afweging willen kunnen maken. Dat is dan de keuze van iets breder en geen VRI en mogelijk andere verkeersmaatregelen niet nemen. Want als daar een afweging is, dan zou ik wel graag willen weten of we die goed maken. En dat heeft gewoon echt met specificatie van projecten te maken en niet met een gevoel van, ja, een VRI zal eenvoudiger zijn, kost minder, maar dan komt er ook 20 of 30 jaar onderhoud achter. Ik ga ervan uit dat de provincieambtenaar voldoende heeft om dat op een goede manier te kunnen opstellen, zo'n vergelijking. En ik ben daarna geïnteresseerd. De tweede vraag is de what-if-vraag. Als nou over een aantal jaren blijkt dat er inderdaad verkeersproblemen zijn in die tunnel, hoe lossen we dat dan op? Kunnen we dan ook weer een beroep doen op de provincie? De wethouder. Voorzitter, dank u wel. Eerst richting de VOV. Meneer Middelkamp, niet wij betalen, de provincie betaalt. Of die tunnel nou bij de Dam, Zolderdijk komt voor 4,3 miljoen. Of in het midden of verderop voor 4,6 miljoen. Er zit geen cent van om bij. De provincie die betaalt. Wat we net hebben gepoogd met z'n allen. En daar moet ik dus morgen een brief voor laten schrijven. Met het bestuurlijke verzoek om die tunnel breder te maken. Die brief die gaat uit. Wat de heer De Vries Robles vraagt is van maak eens inzichtelijk van wat kost het met dat en dat. Daarvan hebben we van de provincie gekregen. Van wij willen inzichtelijk maken bij raming of bij uiteenzetting wat de verschillende varianten kosten. En een meter breder, dat weet, daar heb ik u aangegeven, dat is een ton. 2 meter breder, dat is 2 ton. En een VRI, dat zou de provincie op die plek ook aan kunnen geven. En dan hebt u het totaal overzicht. Op uw laatste vraag, wat als dan, kan ik geen antwoord geven. Ik weet niet hoe de toekomst zich ontwikkelt. Misschien krijgen we in de toekomst wel landbouwvoertuigen die 8 meter breed zijn. Ik hoop het niet en ik geloof het ook niet. Maar zover kan ik niet in de toekomst kijken. En dan moet ik ervan uitgaan dat de provincie voldoende onderlegd is om in te kunnen schatten of een tunnel van 4 meter breed, want daar hebben we het over, enkele rijrichting voldoende breed is om het landbouwverkeer nu en in de toekomst te kunnen bedienen. Dan is er nog een mogelijkheid voor de insprekers, maar ik zie dat alleen meneer Gipkes er nog is om nog te reageren op de discussie hier, als u daar behoefte aan heeft.
zal hem weer even aanzetten. Een paar opmerkingen naar wethouder Ter Keurst. Even kwam te sprake de verkeersbewegingen rond de tunnel. Daar wordt over gesproken als zijnde weinig kans dat voertuigen elkaar tegemoet komen, elkaar passeren, dat er problemen ontstaan met bermen en dergelijke. De oversteek bij de Damsholterdijk is veruit de drukste oversteek. Dat zal de provincie ook kunnen beamen uit de metingen die gedaan zijn. Misschien niet bij de oversteken zelf, maar wel op de Damsholterdijk en de andere wegen, zoals de Achterveldsweg. Als men een kleine berekening uitvoert op de achterkant van een bierveeltje, dan kan men tot de conclusie komen dat op de kilometer die moet worden omgereden, men gemiddeld in de spits toch zeker één tegenligger tegenkomt. Dat kan een keer 0 zijn, dan kan er ook een keer 2 zijn, dan kan er ook een keer 3 zijn. Er wordt gesproken over weinig. Ik weet niet wat weinig is. Dan denk ik toch dat de kans vrij gering is. Maar de kans is, mijn inziens, wel degelijk aanwezig. En de kans is eerder ja dan nee. Dus daar wil ik even op reageren. We hebben op dit moment bij ons in de buurt Giethmen te maken met een Deventerweg. Die is de parallelweg aan de N348. Die is 4,5 meter breed. Daar liggen geen graskeien. En als daar een vrachtwagen aankomt vanuit de tegenovergestelde richting, en ik bevind mij in mijn personenauto, en die vrachtwagen die rijdt echt 60 en die remt echt niet af, dan heb ik maar één keuze. En dat is echt de berm in. Gewoon de berm in. Ik kan niet stil blijven staan, want dan word ik aan God gereden. En dat is niet om mensen bang te maken, dat is een feit. En de bermen bij de Deventerweg op dit moment, daar zitten kuilen van 20 centimeter in. En als ik daar naartoe moet uitwijken, dan heb ik mijn auto kapot. En als ik pech heb, is het nog erger. Dus ik vind dat met betrekking tot de breedte, een voldoende breedte van de toevoerwegen naar de tunnel, er erg gemakkelijk gedacht wordt. En dat wil ik toch even zeggen. Dank u wel. Ik neem aan dat dit als bespreekstuk naar de raad gaat. En ik doe u het volgende voorstel. Er moet nogal weer wat informatie boven tafel komen. De eerstvolgende raadsvergadering is 5 november. Maar het voorstel is om dit in de raad van 19 november te behandelen. Het is volgende week vakantie, dus hebben mensen ook wat meer tijd om de informatie te verzamelen. Nee, maar goed, jij moet je inwerken en inlezen. Maar ik kan dat de instemming wegdragen, 19 november behandelen in de raad. Ja. Ja, voorzitter, in feite gaat hier de agendacommissie over. Dan zullen we dit en dat weet u ook. Dan zullen we dit voorleggen aan de agendacommissie. 26 oktober is de agendacommissie. Goed, de conclusie is als bespreekstuk naar de raad en wanneer wordt nog nader besproken. Dan gaan we nu over tot behandeling van de Budemansteeg. Daar hebben we in het verleden al een bestemmingsplan voor vastgesteld. Er is toen een stuk uitgehaald en dat stuk wat eruit gehaald is, dat is nu aan de orde. Wie wenst daarover vragen te stellen? Mevrouw Schunselaar. Dank u, voorzitter. Ik heb een paar korte vragen. Als ik het stuk lees en ik lees de reactie op de zienswijze, dat gaat er over de zienswijze of de verkeersafwikkelingen en de inrichting van Huusminksteeg. Dan staat er onder in de eerste passage staat een cryptische zin. In de komende maanden zal onderzocht worden op welke manier de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Daar zou ik graag iets meer informatie over willen ontvangen.
Vervolgens, en dan kom ik eigenlijk gelijk, ja, dan trek ik dat onderwerp door. De Bulemansteeg nummer 1. Ik heb vernomen dat er ten opzichte van de eerder plan nu een wijziging is. Dat Bulemansteeg nummer 1 nu ook die bestemming heeft, woonwerk zeg maar 1 en 2. Wat kan daar verwacht worden en is de vrees gegrond? En waarom is deze wijziging zo gekomen? We hebben dat wel van de inspreker gehoord, maar ik hoor het ook nog eens graag even van de wethouder. En dan heb ik nog een... Even kijken. Nou, en dan eigenlijk zou ik graag iets meer willen weten over de communicatie, onder andere met de inspreker. Dank u wel, voorzitter. Meneer de Vries Robles. Voorzitter, het enige nog echt saillante punt wat ons betreft in dit verhaal is inderdaad de veiligheid op de Bulemanssteeg. En in verband daarmee zou ik graag een vraag willen stellen over de tekst. Ik weet niet waar nou die gom vandaan komt. Volgens mij heb ik alleen mijn microfoon staan. Maar goed, we doen ons best. De vraag is als de volgende. In de tekst staat op een gegeven moment over de Huusminksteeg. In de komende maanden zal onderzocht worden op welke manier de verkeersveiligheid verbeterd kan worden. Dat is volgens mij de tekst waar mijn buurvrouw het ook over had. Maar vervolgens staat in een volgende alinea: voor wat betreft het voorliggende bestemmingsplan is vooral van belang welke invloed de realisatie van de woon-werkkavels heeft op de hoeveelheid verkeer over de Bulemanssteeg. En vervolgens wordt er gezegd dat dat niet relevant is, omdat dat niet toe zal nemen. Volgens mij begrijp ik de logica tussen die twee passages niet. En ik zou graag willen begrijpen wat hier precies staat. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wie A zegt moet B zeggen. Dus we hebben A hebben we al een keer uitgesproken. Dus hier ligt het laatste stukje. Dat noemen we dan maar even B. Dus wat dat betreft zou het kort kunnen zijn. Al snappen we wel de zorgen van de inspreker. En ook daarin willen we dus inderdaad graag weten wanneer die categorie 1-2 op deze locatie is gekomen, betreffende de Bulemanssteeg nummer 1. Ten tweede, de communicatie is al genoemd. We hebben in eerdere stadium hebben we wel eens een keer onze grote complimenten uitgesproken over de contactpersoon voor kleine kernen. Dat werkt prima, ook bij plaatselijk belang hebben we dat een keer gehoord, hoe fijn dat werkt en hoeveel er al gerealiseerd kan worden op deze manier, zonder dat we hier soms weten dat het speelt. En dan denk ik van, is dit dan een gemiste kans om met iemand die toch recht van spreken heeft, leidt ons om daar niet inderdaad even een keer een bak koffie te gaan doen. Maar goed, dat horen we graag. Maar daarnaast zouden we toch graag ook wel, en ik kom weer bij die graskei uit, het begint flauw te worden vanavond, maar van de wethouder te vragen van op het moment dat het dan toch blijkt dat het misgaat, zijn we dan in staat om snel te handelen, om dat te monitoren van wat daar gebeurt en dan ook zo nodig daar naar te handelen. Tot zover. Het woord is aan de wethouder. Voorzitter, dank u wel. Voor zover ik heb begrepen, en er staat ook wat cryptisch in het stuk, is er wel met meneer Noordman gesproken. Alleen hij heeft daar een andere beleving bij dan dat de contactambtenaar van de gemeente heeft gehad. Ik ben best bereid om nog een keer zelf met meneer Noordman om tafel te gaan zitten. Maar hem is wel toegezegd dat er een onderzoek komt naar hoe ontwikkelt zich nu het verkeer op dat punt. Iets anders is, en dan beantwoord ik de vraag van de heer De Vries Robles. Ten aanzien van de CROW-normen, als je die erop loslaat, dan is in de minimale variant, gaan we even uit van maximaal 9 te verkopen kavels met aan huisgebonden beroepen. Wat zou dat dan betekenen in de verkeersbeweging? Dat betekent minimaal het aantal verkeersbewegingen van 74. En als dan alle kavels zouden worden gevuld met zzp'ers die regelmatig van en naar het bedrijfje wat ze bij huis hebben moeten rijden, aan- en afvoer van materiaal, et cetera, dan zou je volgens de CROW-norm komen op, ik dacht, 162 verkeersbewegingen. Volgens de CROW-normen zou de Bulemanssteeg en de Huusminks, die zouden dat aan moeten kunnen. Maar we willen dat wel gaan monitoren of dat inderdaad ook zo is. Mocht blijken dat op termijn er problemen ontstaan, dan ben ik bereid om met klager in die zin om tafel te gaan zitten om te kijken naar
naar oplossingen. En waar die oplossingen dan uit zullen moeten bestaan, dat kan ik nu nog niet aangeven. Dat kan een verkeerskundige zijn dat u als raad een verkeersbesluit moet nemen, maar dat zou ook heel simpel kunnen als daar budget voor is dat we met graskeien of wat die dergelijks zei, het wegprofiel wat gaan verbreden. Maar dat zal de tijd moeten uitwijzen. Ten aanzien van die communicatie heb ik dat al gezegd. Als die meneer Noordman daar een ander gevoel bij, dan spijt me dat. Ik heb dat traject niet ingezet en niet mogen begeleiden, maar mocht er behoefte zijn om er nog eens een keer bij te praten, altijd van harte welkom. Ten aanzien van een bestemmingsplan categorieën 1 en 2. Ik heb, mevrouw Schunselaar, ik heb niet precies helder voor de geest. Wat er nou, dat is een hele waslijst. In de bijlagen staan ze allemaal benoemd. U overvraagt me om dat nu precies aan te geven. Is dat van begin af aan daarin geweest? Wel in het oorspronkelijke plan bij de Bunnemansteeg, maar het plan is destijds geknipt in een stukje sportbegraafplaats en een stukje wonen werken. Er was één bezwaarmaker. Met die bezwaarmaker zijn we in overleg getreden. En dat heeft erin geresulteerd dat op dat perceel Bunnemansteeg 1 dezelfde rechten gelden, dus wonen werken, als aan de overzijde. En vanaf het moment dat dit bestemmingsplan ter inzage is gelegd, wat op dat moment, had men kunnen weten dat ook daarvoor 1 en 2 gingen gelden. En dan heb ik ook het monitoren gehad volgens mij van de verkeerssituatie. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord, voorzitter. Wie meldt zich voor de tweede ronde? Niemand. Meneer Noordman, wenst u nog gebruik te maken van het spreekrecht? Ik zou het heel fijn vinden als we een keer aan de tafel gaan zitten. Dat sowieso. Juist met het Exo Bunnemansteeg, dat is onder een akkoordje gegooid. Zodoende is dat hun wens geweest van Exo dat ook bestemming dan 1-2 erop komt. Dat is wel aan hun achterzijde en dat is precies van hun woning en waar de loods staat, en dat is grens aan de Bunnemansteeg, precies dicht bij de splitsing van Huismansteeg, Bunnemansteeg, en dat is zo'n 100 tot 150 meter van mijn huis. En dat is, dan komt er in één keer veel meer verkeer. Ik kan het nu nog niet precies inschatten, maar ik weet het uit ervaring, omdat ze toen die tijd wel activiteiten deden wat niet mocht, dat heel veel verkeer van hun eigen moedersbedrijf aan de Lemelenweg, Exel, naar de loods van Anton Exel ging. Ook heel veel heftrucks, heel veel vrachtverkeer heen en weer. Dat wil ik graag dat u dat meeneemt. En vooral ook het, waarom is het niet doorgezet, die grasklinkers? Die zouden er komen. En in één keer ging het verhaal niet door. Dat is ook graag. Dat was het. Dat lijkt me een aantal punten voor het onderwerp van gesprek met de wethouder. Mag ik de wethouder vragen om het initiatief te nemen om een gesprek met meneer Noordman aan te gaan? Oké. Advies. Als het stil blijft, dan ga ik ervan uit dat het een hamerstuk is. Ja, het mag van mij betreft een hamerstuk worden. Zeker op gelet op de toezegging van de wethouder om in gesprek te gaan met de bezwaarmaker, de inspreker. Dan gaat het als hamerstuk naar de raad. Dan ben ik vergeten om de conceptafsprakenlijst op het juiste tijdstip aan de orde te stellen. Want dat stel ik dus nu even aan de orde. De open haard aan, voorzitter. Ja.
Eerst waren er klachten over te warm en nu over te koud. Kunnen wij de conceptafsprakenlijst vaststellen? Dan is die bij deze vastgesteld. En dan hebben we nu even 5 minuten plaspauze. Ik heropen de vergadering. Onderwerp is Lemmens Erven. En als je kijkt naar de procedure, dan verkeert dit in de eindfase. En dan zullen wij in de eerstkomende raad daar verder over spreken. Maar ik geef eerst de gelegenheid voor het stellen van vragen. Wie wenst het woord? Mevrouw de Jonge. Dank u voor het woord, voorzitter. De VOV-fractie heeft al in eerdere vergadering aangegeven geen voorstander te zijn van het bouwen van zorgwoningen op deze bijzondere plek. De VOV-fractie is niet tegen het bouwen van zorgwoningen, maar vindt dat er geschiktere locaties zijn in het centrum van Ommen en in de nabijheid daarvan. Het bouwen op deze locatie tast het mooie natuur- en rustgebied aan. Er is geen draagvlak in de samenleving van Ommen voor de bouw van deze woningen op deze locatie. De VOV-fractie onderschrijft de brief van Vereniging Natuur en Milieu en vraagt of verzoekt het college om alle zaken rondom de stekkerkamp te parkeren, zolang de bezwaarprocedures tegen de vergunning Natuurbeschermingswet lopen. De heer De Vries. Robles. Voorzitter, dank u wel. Ja, over het daadwerkelijke plan zijn volgens mij al zeer veel argumenten met elkaar gewisseld. Daar wou ik dus, althans in vragenzin, niet op ingaan op dit moment. Maar ik zou wel graag willen weten wat de consequenties kunnen zijn van, laten we zeggen, de procedure bij de Raad van State eventueel. En wat dat, stel nou dat wij het bestemmingsplan vaststellen, maar de procedure bij de Raad van State levert op dat het de natuurtoets inderdaad niet voldoende was en overgedaan moet worden. Wat zijn dan de consequenties? Hoe ziet dan, zal ik maar zeggen, de procedurele gang eruit? Mevrouw Schunselaar. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk 1 vraag aan de wethouder en dat betreft dan de exploitatie van het landgoed. Ik ben een beetje geschrokken van datgene wat de inspreker heeft gesteld versus datgene wat hier voor ons ligt. En ik herinner me nog dat ik dat in een voorgaande commissievergadering ook gevraagd heb. Nou, nu hebben we de verklaring gekregen, maar zou de wethouder er nog even iets nader op kunnen ingaan? Dank u wel, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga hier geen mening verkondigen, dat hoort niet. Wel zou ik graag de reactie van de portefeuille willen hebben, inderdaad, op het voorstel en de vraag die de inspreker opriep. Ik bedoel, wat gebeurt er inderdaad zolang het bij de Raad van State ligt en wat zijn de eventuele consequenties daarvan voor dit bestemmingsplan? Daarnaast kan ik aansluiten bij de vraag die de VVD ook al stelde. Wat betreft het loskoppelen van het exploitatieplan voor het gehele landgoed en de bebouwing, wat je volgens de inspreker inderdaad los van elkaar moet zien, en wat een van de moverende redenen was voor het goedkeuren eventueel van het bestemmingsplan, als het gaat om de instandhouding daarvan. Dan, als dit inderdaad zo is, dan staat het wat dat betreft een beetje op losse schroeven. Dank u wel. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook ik zal me proberen te beperken tot beeld- en oordeelsvorming. En in dat kader een paar vragen. In de plannen is nogal gesproken over de vraag die er zou zijn naar de zorg die hier geboden wordt. Ook daarin zou ik graag wat cijfermatigs willen zien. Met name ook in het beeld van de ontwikkeling in de zorg die de wethouder ook niet onbekend zijn, lees bezuinigingen. Verandert er veel en hebben zelfs verzorgingshuizen en andere zorgaanbieders soms problemen om de bedden te vullen. En welke invloed heeft deze ontwikkeling dan op de gepresenteerde plannen? En daaraan vast, welke mogelijkheden bieden de hier gepresenteerde plannen voor eventueel alternatieve doelgroepen? Andere zorg, hersteloord, recreatieoord, wat al niet meer zijn. Dus in hoeverre wordt dat afgevangen? En tot slot, en daar hebben we ook al eerder over gesproken,
De andere wethouder, volgens mij was dat, moest ik het zo mag uitdrukken, is met de omwoner nogal in gesprek geweest over de verkeersstromen. Daar hebben we het in eerder het stadium ook over gehad. De extra verkeersstroom die dat zou opleveren op de Zeeserweg. Ook daar waren in eerste instantie grote plannen met Zeeserweg, Schammelte en omgeving. Die plannen zijn allemaal geparkeerd, als wij goed geïnformeerd zijn. Ik ga ervan uit dat dat nog steeds zo is. Ik heb tenminste geen mededeling ontvangen dat dat niet meer zo is. Dus vraag ik me af, van, ja, hoe verhoudt het een zich tot het ander? Als we enerzijds de plannen rondom de Zeeserweg Schammelte parkeren en hiermee wel extra verkeersstromen op gang brengen, dan denk ik dat we binnenkort hier weer wat insprekers hebben staan die daar weer aandacht voor gaan vragen. Dus vandaar dat ik het alvast maar doe. Tot zover. De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, goed, we hebben hier al een aantal keren over gesproken. We hebben toen ook een aantal vragen gesteld. Mijn inziens zijn die vragen toch niet allemaal even verhelderend beantwoord. De meeste wel, maar een aantal niet. Maar ik wil toch een aantal vragen opnieuw stellen. Want het gaat toch met name over de onderbouwing van de zorg. Want dat blijft onze fractie nog steeds een discutabel punt vinden. En dan praten we hier opnieuw over bijlage 10. En in deze bijlage wordt steeds maar gesproken van hoe fantastisch het is om hier voor bewoners van Ommen, vooral Ommen-Zuid, om in dit woonzorgcomplex te mogen wonen. En de indruk ontstaat echt dat iedere Ommenaar hier welkom is. Echter, er wordt met geen woord gesproken over de randvoorwaarden. Want wie komen er nu precies in aanmerking om in dit woonzorgcomplex te mogen wonen? Dat is iets wat nog steeds niet helemaal duidelijk is en daar heb ik toch nog een aantal korte vragen. Welke ZZP-indicatie moet een cliënt hebben om in dit woonzorgcomplex te mogen wonen zonder dat men eigen middelen hoeft mee te nemen? Klopt het dat deze locatie geschikt is voor het scheiden van woon en zorg? Met andere woorden, mensen die dus geen indicatie hebben, maar wel voldoende middelen bezitten, kunnen die hier gewoon huren? En dan wil ik het ook gewoon heel concreet maken, meneer de voorzitter. Zouden mijn vrouw en ik hier mogen huren? Voor mensen die geen indicatie krijgen, maar wel willen huren, wat wordt dan de huurprijs voor deze wooneenheden? Een andere vraag is van, in hoeverre is dit een woonzorgcomplex, een plan van Ommenaren voor Ommenaren? Want die indruk wordt gewekt in de bijlagen. Een voorstelling van zaken die we ernstig betwijfelen. Klopt het dat het zoekgebied voor de specifieke doelgroep die men van ogen heeft, het gaat om jong dementerende, veel groter is dan de gemeente Ommen, mogelijk zelfs veel groter is dan heel Overijssel? Wat betreft de financiën, we lezen dat er langjarige afspraken zijn gemaakt met de Saxenburggroep. Het woonzorgcomplex moet natuurlijk winst opleveren voor de initiatiefnemers. Het geld gaat besteed worden om onrendabele functies op het landgoed in stand te houden. Maar er mist een exploitatieplan en dan is ook de vraag van hoe hoog is dan de beoogste winst en is dat voldoende om het doel te bereiken waarvoor de initiatiefnemers dit hier op dat landgoed willen neerzetten. Wordt er ook gegarandeerd dat alle inkomsten uit dit woonzorgcomplex ten gunste komen voor het onderhoud van het landgoed? Want dat is ja immers de hoofdreden waarom we praten over deze zeer gevoelige locatie en geen plek elders in Ommen. Wat betreft de bereikbaarheid, mijn buurman zei het net ook, is er gesproken met bijvoorbeeld de bewoners van de Schammelte. We hebben in die tijd dat we er eerder over spraken, lagen de plannen nog wat anders. Nu staat het allemaal weer op hold, maar ja, goed, er zijn plannen om de Schammelte daar de doorvoer te laten worden naar de stationsweg. Is er met de bewoners gesproken? Vervolgens nog een vraag over bijlage 4 en 5. Dat gaat over lawaai van weg- en railverkeer. En daar wordt aangegeven dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. En dan wordt er gesproken over oplossingen als het aanleggen van een geluidswal of het naar achteren plaatsen van gebouwen. Beide kunnen natuurlijk niet. En daarom heeft BMW besloten om dan maar een hogere grenswaarde vast te stellen. Dan is eigenlijk onze vraag van wat zijn nu precies de argumenten geweest om zomaar deze grenswaarde te verhogen naar blijkbaar een niveau dat goed uitkomt. En dan, meneer de voorzitter, wat betreft het andere kant van het verhaal, het plaatsen van een woonzorgcomplex midden in het Natura 2000 gebied en zelfs in een beschermd natuurmonument, is door andere partijen en instanties al het een en ander geroepen. En ik verwijs daarbij naar de zienswijze en inspraakreacties. Maar wij hebben hierover toch twee vragen. We zien bijna in elke zienswijze of inspraakreactie een antwoord komen van een gemeente waarnaar er verwezen wordt naar de natuurtoets.
Hierbij ontstaat de sterke indruk dat verwijzing naar deze natuurtoets zo'n beetje het standaard antwoord is op alles wat maar aan bezwaren wordt ingebracht. Deze natuurtoets speelt dus een belangrijke rol. Echter, deze natuurtoets is al vanaf het begin onderwerp van discussie geweest, omdat deze zeer sumier en onvolledig is uitgevoerd. En dan is eigenlijk onze vraag, is er ergens in het proces gesproken over het laten uitvoeren van een volledige en objectievere natuurtoets, om op deze manier toch meer draagvlak te creëren? Ook bijvoorbeeld de acceptatie van de vergunning die is afgegeven door de provincie. We zien dus nu eigenlijk al dat het aangevochten wordt en ja, dat heeft natuurlijk heel veel gevolgen voor het vervolg. Is de wethouder met mij eens dat het niet uitvoeren van een volledige natuurtoets, waar regelmatig om gevraagd is, in ieder geval de schijn opwekt dat men blijkbaar de prioriteiten elders neerlegt dan het afwegen van natuurwaarden? Tot zover in eerste termijn. Ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat niet alle vragen bestemming hebben op het onderwerp het bestemmingsplan. Maar het is aan de wethouder om te bepalen of hij daar wel of geen antwoord op geeft. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal toch proberen zo goed als mogelijk te antwoorden. Allereerst naar de VOV toe. Ja, het is inderdaad waar dat zeg maar een procedure is gestart door met name vanuit Milieuhoek tegen de natuurbeschermingswetvergunning. Dat is een provinciaal verhaal. We hebben eerder gezegd van dat als uiteindelijk de, zeg maar, de vergunning zou worden vernietigd, dat dat ook einde verhaal is uiteraard van dit plan. Maar we moeten wel de zorgvuldigheid betrachten, en dat is ook wat wij gehouden zijn als overheid, om datgene te doen wat wij moeten doen. Wat wij moeten doen is praten en een bestemmingsplan zeg maar, bespreken, eventueel vaststellen. De provincie is gehouden om de natuurbeschermingswet zeg maar, te eerbiedigen en een vergunning al dan niet te verlenen. En we leven in een democratische rechtsstaat en het is dus denkbaar, het is mogelijk dat je daar tegen protesteert. Op dit moment geldt dat de natuurbeschermingswet vergunning is verleend. Die staat dus gewoon. En dat is ook een reden waarom wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen om te spreken over het bestemmingsplan en eigenstandig onze afweging moeten maken. Als later, om wat voor reden dan ook, er een kink in de kabel komt, dan moeten we als dan zien. En dan kom ik op het punt van de heer De Vries Robles. Natuurlijk zijn er consequenties als de Raad van State zeg maar een uitspraak zou doen die negatief zou zijn. Dat klopt. Het is sterk afhankelijk van de inhoud van die uitspraak wat dan de consequenties zijn. Het zou kunnen zijn dat de Raad van State een bestemmingsplan zeg maar terzijde stelt. Dat kan. Moet je een nieuw bestemmingsplan maken. Het zou kunnen zijn dat de Raad van State natuurbeschermingswetvergunning ten onrechte heeft. Dat de Raad van State verklaart dat de natuurbeschermingswetvergunning ten onrechte is verleend. Dat klopt, dan moet dat alsnog in procedure komen. Dat zijn dus allemaal als dan. En ik denk dat het onverstandig is om nu al vooruit te lopen op als dan, als dan, als dan. Uiteraard is het wel zo dat je zeg maar pas met de feitelijke inrichting van het verhaal kan, op het moment dat de zaken onherroepelijk zijn. Dat wel. Dus dat is denk ik het echte antwoord. Dus we leven in een democratische rechtsstaat. Ik hoop er niet op, maar het zou kunnen zijn dat er dan een vertraging is. Dit plan is met name bedoeld om... ja, in feite is dat denk ik een belang wat we met z'n allen zien. Misschien wegen we dat dan verschillend. Om duurzaam zeg maar, ontwikkeling van het land goed mogelijk te maken. En daarvoor is het, althans volgens het plan, noodzakelijk om 2 hectare van 110 zeg maar, een stukje bouwontwikkeling noodzakelijk te maken. Daar zit een economisch verhaal onder. En mevrouw Schunselaar die vroeg daarnaar, en de heer Moerman trouwens ook, van ja, hoe zit dat nou met die economische drager? We hebben uiteraard hebben wij dat laten natrekken door een accountant. En die accountant heeft een berekening gemaakt dat de jaarlijkse kosten ongeveer 250.000 zijn. En terecht wordt gezegd van ja, goh, die gebouwen, die leveren toch ook wat op. Ja, dat is ook zo. Die gebouwen leveren ongeveer €100.000 op. En gevoegd bij de provinciale subsidie van zo circa €15.000, snap je dat je dan jaarlijks ruim een ton tekort komt.
Dus kunnen we al spreken over een kostendekkende subsidie van de provincie voor een deel van dat natuurbehoud. Dat klopt, het is voor een deel een kostendekkende subsidie. Maar als je kijkt naar het geheel, en daar gaat het om dit schitterende landgoed duurzaam en blijvend te onderhouden, dan heb je gewoon een economische drager nodig. Nou, en dat is dus in het plan dit verhaal van de zorgwoningen. De LPO had ook nog de vraag naar het verkeer. Wij kijken daar toch wat anders tegenaan. Maar we kijken het vooral relatief. Als je kijkt naar wat voor zorgwoningen daar gebouwd worden en de verkeersbewegingen die daar dus zullen zijn, die zullen dus buitengemeen beperkt zijn. Het gaat in feite om 48 wooneenheden, waarvan de helft tenminste voor een populatie is die zich waarschijnlijk helemaal gemotoriseerd niet beweegt. En ik geef je ook in overweging dat het is op een plek waarin het toeristisch seizoen vele honderden bewegingen zijn. Het surplus van dit is marginaal. En dat is voor ons wel een reden om daar genieten en nog eens een extra slag op te maken. Voor de goede orde, ik zal u even één getal geven, daar hou ik ook mee op. In het toeristische seizoen zijn er ongeveer 3500 verkeersbewegingen. Zet u dat eens even af tegen de extra verkeersbewegingen van dit prachtige project voor mensen met name ook een dementieachtergrond. Dan had de heer Marsman inderdaad heel veel vragen over de zorg. En dat is in feite een herhaling van de eerdere discussie. Ten principale, wij bepalen niet de zorg. En dat willen wij ook niet bepalen. Wat wij wel willen doen is faciliteren. Wat wij wel willen doen is ook voor Ommen mogelijk maken dat breed mensen met een zorgvraag onderdak kunnen hebben. In verschillende typen van bewoningen. En daarbij is bestemmingsplanmatig uiteraard afgehecht dat het zorgwoningen moeten zijn. Dus het spijt me voor u. Maar ik denk dat het zelfs goed is dat u daar niet kunt wonen. En ga u maar vanuit dat ik met u hoop dat u daar niet hoeft te wonen. Ik ga niet over de huurprijs. En ik denk ook niet dat de raad erover gaat. En ik ga er ook niet over dat dat exclusief is voor Ommenaren. En daar zouden we ook niet over moeten gaan. Het laatste wat wij moeten doen is zeggen van Ommen alleen voor Ommenaren. En dan heb ik het niet alleen over zorgcomplexen. U snapt waar ik naar verwijs en het complex wat er vlakbij ligt. U had ook nog vragen over de wijze waarop de exploitatie kan worden geborgd. Dat hebben we geborgd door middel van een anterieure overeenkomst. Die is ook afgesloten en daar heeft ook BNB haar handtekening over gezegd. Dat betekent dat de revenue, dus de winst, zoals je het uitdrukt, inderdaad terugvloeit naar het landgoed. Want dat is inderdaad de bedoeling en zo hebben we dat ook echt willen borgen. Voorzitter, ik denk dat ik het daar best bij laat in de eerste termijn. Dan gaan we over naar de tweede termijn. Wie wenst het woord in de tweede termijn? De heer Marsman. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ten eerste, het is niet zo dat ik vind dat alles wat om me is ook om me moet blijven. Alleen we praten hier over een heel gevoelig gebied wat we gaan gebruiken om iets te doen. En dan is het wel belangrijk om te weten van wie daar kan van profiteren. Ik heb geen antwoord gehad op bijlage 4 en 5. Dat ging over de lawaaihinder van het rail- en wegverkeer. Dus misschien dat de wethouder daar nog op in kan gaan. Wie verder nog? Dat is het woord aan de wethouder.
De heer Marsman heeft gelijk, sorry daarvoor. Die grenswaarde, we hebben dat inderdaad in het college bekeken. Dat is ook een collegebesluit. Hè? En we hebben inderdaad een iets hogere grenswaarde moeten vaststellen. Want zoals terecht is vastgesteld, ging het niet aan om het gebied anders te gaan inrichten. Er is bewust gekozen voor een prachtige inrichting van dat gebied. Hè, waarbij ook de bebouwing landschappelijk op een hele bijzondere, mooie manier is ingepast. Dat betekent dat je op een onderdeel de grenswaarde inderdaad overschrijdt. En het college vond dat alles afwegende zeer de moeite waard. Daarbij hadden we natuurlijk wel in overweging dat eertijds er sprake was van een parkeerterrein. En dan praat je wel even over hele andere grenswaarden. En dat het ook een marginaal verhoging was. Uiteraard ben ik graag bereid, indien u dat wenst, om desbetreffende collegebesluit u dit te doen toekomen. Dan kunt u het nog eens even rustig nalezen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit als bespreekstuk naar de raad van 5 november gaat. Er komen geen aanstukken. Als bespreekstuk naar de raad van 5 november. En dan hebben we dit onderwerp afgesloten. En dan gaan we over naar de vaststelling verordening leerlingenvervoer gemeente Ommen 2016. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Lubbeck. Dank u wel, voorzitter. Ik begin het een beetje warmer te krijgen, maar heeft niks met die punten te maken trouwens. Oké, voorzitter. Laten we ons warm praten. Ik ben iets vergeten. Ik had meneer Kuiper nog even de gelegenheid moeten geven om het woord te voeren. Korte reactie graag. Ik wil graag reageren op het antwoord van de wethouder. En ik zal het wat scherper stellen. Ik vind het ongelooflijk wat hij vanavond zegt. Het beheer, ik probeer het nog eens een keer uit te leggen over het beheer en de exploitatie. Het beheer van het landgoed betreft het totale aangewezen landgoed. Daar wordt geen onderscheid gemaakt bij die aanwijzing tot beschermd natuurmonument. Dit deel is waardevoller dan het andere deel. En dat doet u in uw antwoord. U suggereert in het hele gebied, dit gebied is waardevoller dan het andere. Het is het samenhangende geheel van het totale gebied die noopt dat het is aangewezen vanwege zijn grote natuurwetenschappelijke waarde. En in dat kader worden er beheersvergoedingen uitgekeerd. Ik blijf het herhalen, die zijn marktconform en dat is afgesproken tussen de provincie, dat is een verdrag tussen de provincie wat ondertekend is, en de eigenaar. En daarmee verbinden zij zich dat het hele landgoed in stand wordt gehouden. Als daar verschil van mening over is, dan kan de eigenaar in overleg treden met de provincie en zeggen dat beheren van dat totale landgoed, exclusief de gebouwen, daar red ik het niet mee. En dat is tot nu toe nooit gebeurd. Dus beide partijen zijn tevreden voor die invulling. En ik begrijp dan ook niet de noodzaak om gebouwen ter plekke te realiseren die dat wel moeten doen. Ik heb uitdrukkelijk gezegd in mijn zienswijze, de exploitatie van de gebouwen, die vallen buiten de aanwijzing van de Natuurbeschermingswet. En dat onderhoud en dat beheer van die gebouwen, die komen volledig voor rekening van de particulier, van de eigenaar in dit geval. Daar wou ik het belaten. U hebt uw punt gemaakt en we gaan verder met het leerlingenvervoer. De heer Lubbeck. Ja, mag ik doorgaan? Oké. In ieder geval, dank u wel voor het woord, nogmaals. De invoering van passend onderwijs 1 augustus 2014 heeft al heel wat voeten in aarde gehad. Denkt u alleen maar even aan het AMBELT, wat zich wil opheffen. Maar het heeft nu ook te maken direct met het leerlingenvervoer. Uitgangspunt, en dat sprak ons als CDA natuurlijk heel erg aan, is dat de ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer naar school. En dat daardoor ook een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van de mensen. Het klinkt ons als muziek in de oren. In bepaalde gevallen heeft natuurlijk de gemeente de plicht om een voorziening te treffen. Prima. Kijken we even naar de kosten.
Er zijn 68 leerlingen die gebruik maken van een vervoersvoorziening. En dat hebben we dit jaar, of afgelopen jaar, 2015 mag ik dat wel zeggen, als bekostigd in totaal €242.000 minder eigen bijdrage, die zeer miniem was. En dan komen we op een totaal uit van dit jaar voor 240.200. We hebben dit jaar, in de begroting, hebben we staan een bedrag voor 2016 van 227.000. Dus een besparing van 13.200. Echter, er staat ook nog in het programma Meer doen met Ommen van 2013... Er staat nog een te realiseren bezuiniging van €70.000. En we hebben tot nu toe nog maar 13.200. Daarom is mijn eerste vraag ook: hoe denkt u de bezuiniging te realiseren als de verhoging van de afstandsgrens naar 6 kilometer geen kostenvermindering oplevert, omdat die brugregeling voorlopig in stand wordt gehouden? Dan het tweede. De brugregeling. Ik heb me eens even goed georiënteerd. Ik ben eens even bij de Sekkelschool langs gegaan. En het betreft 7 leerlingen. Die dan inderdaad nog met gepast vervoer opgehaald worden van thuis. Of schoon ze binnen 6 kilometer wonen. En de kosten daarvoor zijn toch substantieel. 22.400. En ik heb even gevraagd dat alle leerlingen in principe in staat zijn om zelf naar school te fietsen. Mits natuurlijk eraan gekoppeld ook de ouders daartoe in staat zijn. Maar we hebben immers gezegd, de ouders zijn zelf verantwoordelijk. En er wordt ook een stukje een beroep gedaan op de ouders om dat zelf te redden. U schrijft in het stuk ook dat u eerst die brugregeling wilt af laten hangen van een veiligheidsonderzoek over de brug. Ik denk dat ik de uitkomst wel weet, maar u wilt het eventueel laten vervallen, de brugregeling, eventueel, afhankelijk van dat onderzoek. En dan wilt u als gemeente per aanvraag dat gaan beoordelen. Ja, dan is mijn vraag natuurlijk, wat voor criteria stelt u dan bij zo'n aanvraag? Wat heeft dat dan voor consequenties? Derde. U neemt bij de nieuwe verordening leerlingenvervoer 2016 de modelverordening van het VNG als basis. Op 2 punten werkt u daarvan af. Ten eerste de eigen bijdrage. En u geeft dan aan per gezin 1 bijdrage. Omdat er anders stapeling van kosten zijn. Van eigen bijdragers. Waarom wijkt u nou echt daarvan af? Want stapeling van kosten, dat is bekend. Maar we hebben het ook niet over stapeling van eigen van subsidies, eventueel van toelagen aan gezinnen. Daar hebben we het ook niet over. Dus ik wil graag weten van u, wat is nou echt de reden van een eigen bijdrage af te wijgen? En de tweede is, de OV-vergoeding voor leerlingen van het VSO. Daar hebt u een voorstel gedaan om dat wel te doen. Ofschoon dat in de nieuwe regeling niet meer verplicht is voor de gemeente. Hoe kan het schrappen van een OV-vergoeding voor het VSO leiden tot een groter beroep doen op aangepast vervoer? Dat heb ik niet begrepen. En dat zou ik graag van u uitgelegd hebben. En als dat dan zo is, wie bepaalt dat dan? En laatste, 2 vragen. De oude verordening loopt nog door tot aan de zomervakantie 2016. Dat vind ik ook terecht. Mensen kunnen zich dan een beetje op voorbereiden. De eerste vraag is, hoe worden de ouders meegenomen in dit proces van collectieve mobiliteit en slimme combinaties maken eventueel? En als laatste, geldt net als bij de WMO ook het woonplaatsbeginsel? Daar was ik ook wel benieuwd naar. Genoeg, denk ik. De heer De Vries, Robles. Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat
de heer Leuwik een aantal van de argumenten die wij ook naar voren hadden willen brengen heel goed verwoord heeft. Maar ik wil één argument nog een keer ook op een eigen manier formuleren. En dat is dat wij in dit voorstel eigenlijk akkoord gaan met het overnemen van een algemene norm van 6 kilometer. En dan moet ik eerlijk zeggen dat het mij bijzonder verbaast dat die norm van 6 kilometer, namelijk dat ouders over een afstand van 6 kilometer best hun eigen kinderen naar school zouden kunnen brengen, dat we die opeens niet handhaven in het geval van de brugregeling. Dat moet ik van zeggen dat ik dat een hele bijzondere vind, eerlijk gezegd. En de tweede opmerking die ik dan nog wil maken, en daarmee ondersteun ik ook het betoog van de heer Leuwik, dat is als leerlingen op basis van een gehandicapte systematiek een toegang tot vervoerskosten hebben, dan is dat iets wat niet onder deze regeling valt, want daar is deze regeling niet voor bedoeld. Dus als we het dan hebben over die leerlingen die nog wel door u toegestaan worden omdat u de regeling voor hen wilt te consumeren, en dan geeft u daar als argument dat die eventueel dan een beroep kunnen doen op die andere regeling. Ja, dat is volgens mij volstrekt terecht. Als je daaronder valt, heb je recht op die andere, namelijk de gehandicapte vervoersregeling. En als die kinderen daar niet onder vallen, ja, dan snap ik niet dat we nog de vervoersregeling zouden moeten continueren. Dus dat zijn eigenlijk twee argumenten waarbij ik eigenlijk de systematiek zoals de heer Leuwik die voorstelt ook absoluut ondersteun. Mevrouw Schunselaar. Dank u, voorzitter. Toen ik het las over de brugregeling, toen heb ik eerst 3 keer gedacht van, waar hebben we het nu over? En op een gegeven moment viel het kwartje, oh, het is de brug, dus over de Vecht. Nou, het feit alleen al dat ik daar heel verbaasd over was, nou, dat brengt me eigenlijk al tot een vraag die ik niet hoef te stellen. Ik snap er helemaal niks van. Dus, kunt u mij dat nog eens eventjes goed uitleggen, wat hier dus nu precies mee bedoeld is en waarom dit er zo in staat? En dan heb ik nog een tweede vraag, dat gaat over de fietsvergoeding. Die fietsvergoeding kan worden verstrekt. Kunt u mij daar ook verklaren waarom er een fietsvergoeding verstrekt gaat worden? Dank u, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Die brugregeling, daar is al voldoende naar gevraagd. Ik was daar in ieder geval op de hoogte dat er een brugregeling was. En dan gaat het om verkeersveiligheid, maar dan kom je toch automatisch bij de vraag, geldt dat niet voor alle kinderen die dan over de brug naar, misschien niet naar het Johan Sikkel, maar wel naar het station moeten? En is dat dan, waarom is dat het gaat hier om partij? Het leerlingenvervoer, niet over alle kinderen. Goed, dan heb ik een andere vraag, dat gaat over de inkomensafhankelijke bijdrage. Er wordt na draagkracht een bijdrage verwacht. Nou, dat klinkt een PvdA natuurlijk als muziek in de oren. Wat dat betreft geen vragen, alleen het bedrag wordt genoemd. Is dat gewoon conform een landelijke richtlijn of is dat een gemeentelijke? Dat was het, dank u wel. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij zijn voorstander van om het VNG-model onverkort te hanteren. En ook wij hebben de vraag met betrekking tot de brugregeling. Want ik dacht dat wij met z'n allen toch inmiddels geruime tijd geleden heel veel geld gespendeerd hebben aan de stationsweg en aan de brug om hem verkeersveiliger te maken. En vervolgens wordt die aanpassingen gebruikt om een uitzondering te bedenken om leerlingen daarvoor toch speciaal vervoer te geven. Wanneer is de brug dan wel veilig? En aan de hand van welke criteria gaan we dat beoordelen? En dan sluit ik me aan bij mijn rechterbuurman. Ja, als die dan niet veilig is voor de leerlingen, ja, dan is hij ook niet veilig voor alle andere gebruikers. Dus wij zouden graag willen weten wanneer is die brug veilig en aan de hand van welke criteria. En wij zouden ook graag willen weten voor de basisonderwijs, waar nog een aantal vergoedingen worden gegeven. Voor welke school is dat dan eigenlijk? Dat waren voorlopig de vragen, voorzitter. De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij snappen enerzijds dat er gezocht wordt naar een afstemming met de gemeente Hardenberg. En ook dat er gezocht wordt naar conformiteit met de VNG-verordening. En laten we ook vooral niet vergeten dat er onderliggend ook nog een bezuinigingsopdracht aan ten grondslag ligt.
Maar toch vinden wij dat er wel, toch wel een beetje rekening mag gehouden worden met de ommemaat. En dan wat een van de zaken betreft, dan ook vooral de brief van de voorzitter van de stichting Aquila. Die vraagt om een coulante beoordeling wanneer het een uitzondering betreft voor leerlingen van de Johan Sekkelschool. In het geval van een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap. Kijk, dus zoals deze voorzitter zegt, wanneer een kind naar een SBO-school gaat, dan is er geen sprake meer van een vrije keus qua afstand in de gemeente Ommen. Kan de wethouder deze toezegging doen? Ook als zou blijken dat de brugregeling, daar hebben we hem weer, over enkele jaren niet meer van toepassing zou zijn. Nou, voor de rest wil ik nog opmerken dat we constateren dat de WMO-raad in ieder geval kort en krachtig positief heeft geadviseerd. Dus wij wouden het eigenlijk bij deze ene vraag die ik net stelde houden. Dank u wel. Het woord is aan wethouder Schreder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in algemene zin denk ik dat de hele raad wel zoiets heeft van goh, het uitgangspunt van de VNG, namelijk eigen kracht en 6 kilometer, dat is een goed uitgangspunt. Ik merk wel dat breed in de raad de twijfels zijn of we de brugregeling moeten handhaven of niet. Dat hebben we natuurlijk niet voor niks gedaan. We hebben dat in goed gesprek ook gedaan, juist ook met de scholen. De brief van de Stichting Aquila, zoals genoemd, kwam daar ook eigenlijk zeg maar vandaan. En ook in de WMO-raad was dit duidelijk een punt van zorg. U mag best wel weten dat wij natuurlijk ook in discussie hebben gebracht van goh, wordt het geen tijd om zeg maar op dat punt een stap verder te gaan. Daarbij werd natuurlijk wel met recht gezegd van ja, kijk, we hebben ook een maatjesproject gehad van mee. En ja, dat is niet zo goed gelopen. We hadden eigenlijk hoop dat we via zo'n maatjesproject wij die brugregeling helemaal niet hadden meer nodig zouden hebben. Hè? Want dan hadden we in feite vrijwilligers die hè, met de kinderen, zeg maar, dat is helaas niet zo, geen succes geworden. Dat moeten we ook bekennen. Dat was de reden om in ieder geval in het bestuurlijk overleg terug te horen van, nou, schaf dan die brugregeling niet in één keer af. Kijk even hoe het gaat, 2 jaar lang. We hebben ook weinig ervaring op dit moment met de brug, hè, zoals die er nu ligt. Natuurlijk hebben we wel het beeld dat die brug best wel redelijk veilig is, maar laten we het even tijd geven. En dat was de reden om een overgangstermijn te bedenken. Ik denk dat uw politieke signaal volstrekt helder is. En ik ben wel geneigd om te zeggen van, ik ga terug naar de besturen om toch nog eens indringend met hen hierover te spreken. Het is overigens niet uit een kostenoverweging. Want de heer Leuk vroeg ook nog terecht van, goh, zie hoe zit het nou met die bezuiniging? Gaat die halen? Die gaan we halen. Maar langs andere wegen. Dat hebben we gehaald door een uitstekende aanbesteding. En, dus er is geen noodzaak meer. SEC, hè, dus financieel is er geen noodzaak om dit te doen. Maar u heeft een inhoudelijke argumentatie, zeg maar. En ja, het is een weegschaal, hè. Van geef het even een overgangstijd van 2 jaar of niet. Ik neem op mij om, zeg maar, nog even binnenkort met de schoolbestuur over te spreken. En dan kom ik bij u terug of ik die overgangstermijn van 2 jaar inderdaad handhaaf of niet. Met andere woorden, ik stel u voor, maar dan gaat u over, om het stuk dan terug te sturen naar het college. Dank u wel. Ja, ik denk dat u zich uit moet spreken over datgene wat de wethouder zei van stuur je terug of wil je het verder behandelen. Van, mevrouw Schoenselaar. Ja, voorzitter, voordat ik daar een antwoord op geef, ik heb nog een vraag gesteld die niet beantwoord is. Dat is over de fietsvergoeding. Zijn er nog meerdere commissieleden die zeggen van ik wil graag nog een antwoord op een vraag? Meneer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik, op zich vind ik het prima als de wethouder het mee terugneemt en weer verder in overleg treedt. Maar dan zou ik wel, ik heb een aantal concrete vragen gesteld. Daar willen wij dan ook graag wel een concreet antwoord op. En het hoeft niet nu, maar ik geef de wethouder de gelegenheid om dat opnieuw mee te nemen, te bekijken. Dank u wel, voorzitter. Verder nog iemand? De heer Lubbeck. Ja, inderdaad, het lijkt mij ook verstandig om toch maar even het voorstel terug te nemen. Dan kunt u ook even in overleg treden met de besturen weer.
één ding dat we ook toch nog wel graag uitgelegd hebben, want er staan natuurlijk leuke dingen in. En dat snap ik niet. En als ik iets niet snap, dan vraag ik het altijd. Er staat hoe het schrap van die OV-vergoeding voor het VSO-onderwijs. Dat in principe, die verplichting hebben we niet. We hebben het Coulance, hebt u dat gedaan. Dat vind ik prima. Maar dat argument om dat te doen, zegt u, ik verwacht dan een groot beroep op het aangepaste vervoer. Dat snap ik niet goed. Die zijn relatief simpel. Je kan dus een financiële vergoeding krijgen. En als je dat niet krijgt, dan kun je zeg maar des te meer claim hebben op zeg maar vervoer met busjes. En dat is hartstikke duur. Dat is dat aangepast vervoer. Zo simpel is het. Richting mevrouw Schunselaar, die fietsvergoeding is er. Maar ik denk dat het handig is om zeg maar even een integraal verhaal terug te halen. Met ook even de punten bij elkaar te leggen. He, want ik kan mij voorstellen dat zeg maar, als wij zeggen van goh, we willen toch bijvoorbeeld die 6 kilometer zeg maar, hard overeind houden. Dat je dan combinaties maakt. He, dus dat je nog eens even goed kijkt naar die fietsvergoeding. Dat je nog eens even goed kijkt naar die OV-vergoeding. He, dus dat hangt natuurlijk met elkaar samen. Dus dat is de reden voor mij om te zeggen van oké, ik wil het even in samenhang bekijken. Ik breng het even terug naar het bestuur. Natuurlijk ga ik daar met Aquila over praten. En dan komen we met een evenwichtig stuk bij u terug. Ik wou nog wel één ding inderdaad even kwijt over de eigen bijdrage. Die was nog echt, die stond echt nog wel open. Ik denk dat we daar niet te simpel over moeten denken bij eigen bijdrage. Want wat we werkelijk zien is dat zeg maar, in dit type gevallen je een stapeling hebt van eigen bijdrage. En dat komt omdat zeg maar, dit veelal, kinderen betreft, ook in gezinnen die al een stapeling van zorgkosten hebben. En die vallen in verschillende regelingen die allemaal worden getroffen door eigen bijdrage. Dus stapeling is er wel degelijk aan de orde. Dat is ook een reden om zo'n regeling te hebben. Ik heb u ook trouwens toegezegd dat we nog een keer zeg maar, apart in de klankbordgroep Sociaal Domein over het fenomeen eigen bijdrage gaan praten. Dan moeten we dat eens eventjes allemaal rustig op een rij zetten. Dat zal ik voor u doen. Kennelijk constateerde de wethouder namens de voorzitter dat er verder geen aanvullende vragen waren. Maar ik wil graag dat hij dat de volgende keer aan mij overlaat. Sorry. En, het zij u vergeven, de heer De Vries erop les. Ik wil de wethouder, als hij dan met een hergeformuleerd voorstel terugkomt, wel graag ook vragen om... Hij geeft nu aan dat die stapeling van eigen bijdrage problematisch kan zijn. Maar er is een anticumulatiebeding in de wet daarover. En ik zou dan graag willen dat hij ons dan goed uitlegt wat de consequenties daar weer van zijn. Want ik ben van mening dat die wet zodanig goed geformuleerd is dat dit niet tot grote problemen zou moeten leiden bij stapeling van eigen bijdrage. Met de constatering dat dit stuk via de agendacommissie te zijnde tijd terugkomt op de agenda, sluit ik deze discussie af. En gaan we over naar de garantstelling. Wie wenst erover het woord te voeren? Ja, dank u wel, voorzitter. Over de glasvezel. Een vraag die ik heb naar aanleiding van het lezen van het stuk is, hebben wij hier ook financiële gevolgen aan overgehouden? Een andere vraag is uiteraard, hoe staat het nu met de aanleg van glasvezel in het buitengebied? En welke vooruitzichten zijn er voor de inwoners en de bedrijven in het buitengebied aangaande glasvezel? Ja, het gaat hier wel over de intrekking van die garantstelling. Maar ik heb eigenlijk wel een vraag in de algemeenheid, hoe de communicatie naar de burgers toe op dit punt. Ik kan me voorstellen dat sommige burgers zeggen, ik snap er niks meer van. Nou, sluit ik een beetje aan bij jouw vraag. Van, goh, ik snap er niks van. Wanneer komt het nog, hoe zit het nu? Dus ik denk dat de communicatie naar degene die het betreft, dat het heel belangrijk is. Dank u wel.